Een beetje optimistisch. Jongens, wat een feest om hier te zijn. En ook tot op het derde balkon helemaal afge... Jongens, ik ga zo mijn best voor jullie doen. Dat komt helemaal goed. Helemaal goed. Jongens, ik wil meteen beginnen. Anders wordt het een lang verhaal. Nou, welkom, welkom. Het verhaal van vanavond heet De Ziel. En het is het derde deel uit een trilogie, een drieluik. Ik ga uitleggen. Een jaar of twee geleden heb ik een programma gemaakt en het heette De Bovengrens. Zou je even kunnen trappelen met je voeten als je dat toevallig gezien hebt? Dank jullie wel. Een goed gedeelte van de zaal. Een paar mensen hadden wat anders te doen. Dus ik vat het even samen in een minuut. Dat moet kunnen. Hè? We hebben een goed programma. Dus ik vat het even samen. De bovengrens is het idee. En wij mensen hebben een ondergrens. Weet je wel, dat je het een beetje eten, een beetje drinken, een beetje onderdak, een beetje veiligheid. Dat is de ondergrens. En daarna wordt het leuker. Hè? Daarna hebben we het voor elkaar. En kunnen we meer reizen, kunnen we leuke dingen doen. Heb je meer vrije tijd, weet ik veel. En wordt het leuker. Mijn idee is dat er ook een bovengrens is. Dat er ook een moment is waarop het leuker weer minder leuk maakt. Dat we onszelf in de voet schieten, als het ware. Weet je, dat het gewoon te ver aan het gaan is. En daar zijn we volgens mij nu wel gekomen. Een voorbeeldje is bijvoorbeeld eten. Hè. Eten is toch een eerste levensbehoefte, maar je bent toch helemaal niet meer bezig om eten te verzamelen. Je bent toch meer bezig om eten uit je bek weg te houden. Hè? Dan mag ik niet. Nee, ik ben dik van het slecht voor je. Weet je, dat is allemaal een probleem. Nou, dat is de bovengrens. Het wordt weer minder leuk. Oké, dat was deel 1. En toen kwam deel 2. En deel 2 was getiteld De Ervaring. Kan je even trappelen als je dat ervoor gezien hebt? Dankjewel. Nou, je hoort beduidend minder mensen. Die dachten na het eerste verhaal, is goed met je trilogie. Ik wacht wel even tot het laatste deel. Weet je dan, prima. Nou, dat is dan vanavond. Die krijg je integraal te horen. Prima allemaal. Maar dat komt ook omdat het was in coronatijd. In coronatijd, ik heb maar een paar keer kunnen spelen. Ik heb het zelfs op kunnen nemen voor tv. Dat was hier. Dat was hier, dat was in Field Lab. Weten we het nog? Field Lab? Vroeger hè, had je Field Lab. Ja, daar gingen ze voor 100 miljoenen dingen onderzoeken waarvan we nooit gehoord hebben wat het heeft uitgehaald. Maar dat geeft niet. Zeker geen weggegooid geld geweest, maar het was voor Field Lab. Toen mocht ik het opeens hier spelen. Ik had het maanden niet meer gespeeld. En toen zeiden ze, het kan hier in Groningen. En er mochten maar 120 mensen komen, lekker ver uit elkaar. En super, en wat ze gedaan hadden hier, om het extra gezellig te maken, want anders is het, weet je, het is een grote schouwburg. Ze hadden gewoon alle stoelen hier beneden weggehaald. En ze hadden allemaal tweezitsbankjes neergezet. 60 tweezitsbankjes met daartussen grote bloemstukken. Dus het was een soort massacrematie waarop ik aanwezig was. Ik zweer het je, er zat hier vooraan, er zat een man en een vrouw op een bankje, supergezellig. Na een minuut of 10, deze de pumps uit, beentjes op de bank. Ze haalden ergens een dekentje vandaan, ik weet ook niet, vlof, ging zo. Ik hoorde tssst en ik zag een bakje pinda's opengaan. En na een half uur is ze in slaap gevallen. Maar goed, ik ben een professional, ik heb er doorheen gespeeld. Maar goed, er zijn opnamen van gemaakt, prima. En het idee van de ervaring is dat meer, dat consumeren en dat vreten, gaat ons niet gelukkiger maken. En wat mensen uiteindelijk gelukkig maakt, is alsof we hersenen kunnen gebruiken. Daarom zijn we zo ver gekomen, weet je wel, in de evolutie. Omdat we het leuk vinden problemen op te lossen. Daar zijn we gewoon hartstikke goed in. En dan bedoel ik niet grote problemen als corona en oorlogen. Maar gewoon dagelijkse dingetjes. Weet je, dat je het meemaakt. Een tip bijvoorbeeld die ik gaf in dit programma was. Volgende keer dat je naar de tandarts gaat, neem eens geen verdoving. Moet je zien hoe anders je slaapt de avond ervoor. Hè? En hoe spannend het wordt. En dan heb je echt iets meegemaakt. Weet je? Nou, dat is het idee. Ik zal een voorbeeld geven. Van een ervaring. Heb ik laatst meegemaakt. Kost niks. Je wordt er niet dikker van. En het is hartstikke leuk. Nou, dit gebeurde er. Het was juni afgelopen jaar. En ik woon op een woonark aan de rand van een park. En dat is een zogenaamd vogelpark. En het heet zo omdat er geen stadsverlichting is. Dus het is een stikdonker park, midden in Amsterdam. Super gaaf. Je ziet de sterren gewoon hartstikke goed. En we hebben een reigerkolonie is er. Dus weet je, zomer zo je zo. Alsof je in de oerwoud zit. Nou, gewoon hartstikke gaaf. In ieder geval, het was 2:30 s'nachts. En ik had alle ramen open. Het was 30 graden. Het was hartstikke warm. En opeens hoor ik een helikopter. Opeens hangt er boven mijn parkje hangt gewoon een helikopter. Duk, weet je wel. En dan denk je toch, wat is er aan de hand? Dus ik ben naar buiten te gaan om te kijken. Maar het is natuurlijk stikdonker. Hè? Je moet je voorstellen, ik woon op een
stukje grond. Daar wonen ook mensen op een woonark. Ik woon op een woonark aan de rand van een park. En er is een soort hek omheen. Een soort gated community, hè, zou je het kunnen noemen. Nou. Dus ik ga naar buiten en het is heel filmisch, want er is maar één lampje. Hè, de rest is helemaal donker. Er is één spot zo op het hek, dat je naar binnen en naar buiten kan. Dus heel filmisch zo. En ik loop zo naar die plek daartoe, 2:30. Helikopter hangt nog steeds boven het park. En ik sta bij het hek en er komen 6 gasten aangelopen. Ik denk dat het mannen waren, maar echt. Weet je, alsof er een raid was. Ze hadden helemaal, weet je, kogelvrije vesten. Ze hadden een vizier voor hun gezicht. Van die lampjes hier. Wapens zo, finger on the trigger, weet je, Uzi's. En die liepen zo met z'n 6 in kolonnes om ze heen kijkend. Liepen ze langs mijn hek. Dus ik zeg, zoeken jullie iemand? Ja, je kan moeilijk zeggen, komen jullie hier vaker? Dat past niet, dat voelt zelf ook wel. Nou, dat was dan, meer kreeg ik ook niet horen en zo. Maar zei er een van achter een vizier kwam dan van, u bent veilig, u staat achter een hek. En ik zei, het gaat uit, man. Maar dan kijken, dan van een fluthekje, je staat, je trekt het zo open. Hoe dik is die? Nou, dat mochten ze niet zeggen. Ik zeg, ik voel me niet heel veilig. Nee, ik voel me niet heel veilig, want ik heb nog een schuur en een bijbootje, daar kan hij ook in zitten. Zouden jullie misschien opzij? Oh, oké. Okay. Dus ik moest opzij, ik heb zo'n piepertje, weet je, piep, dus dat hek, dat zwaait zo open. En er komen 2 gasten mijn terrein oplopen. De eerste had een hond bij zich, had ik niet gezien. Een politiehond. En die begon meteen tegen mij, weet je, die beesten zijn ontzettend chagrijnig. Wat is dat? Wat is het met politiehonden? Je hebt het leukste werk wat er bestaat als hond. Je mag legaal mensen bijten, dat is gewoon voor je werk. He? Ik had er 6 vandaag. Gaaf, man. Nou. Weet je, en dan gaan ze nog, volgens mij die honden in Amsterdam, als ze de straat op gaan, dan geven ze een combinatie van cocaïne en alcohol. En dan roepen ze, Feyenoord, Feyenoord, en dan staan ze helemaal snars. Deze grap werkte niet in Rotterdam. Nou. En die anderen liepen achteraan en ze gingen naar mijn schuur toe, weet je, een beetje kijken. En ook niks zeggen toen ze weer weggingen. Ik snapte ook wel dat het veilig was natuurlijk, begrijp ik ook wel, weet je wel. Anders had je wel doef, doef gehoord als er iets aan de hand was. Dus die ene liep zo en ik sta hier sta ik zo, weet je wel, dit allemaal over me heen laten komen. En toen kwam die andere gast op me af en toen zag ik hoe groot hij was, jongens, The Rock. Een beer van een gast, weet je, maar dat is toch indrukwekkend. Zo helemaal zwart met een vizier en zijn wapen, die komt zo op me aflopen. En weet je, ik voelde de luchtdruk veranderen, zo groot was hij, weet je. En dit was wat er gebeurde. Hij komt op me aflopen en net op het moment dat hij me passeert om weer naar buiten te gaan, leunt hij naar me toe en zegt hij, ik ben een fan van je. Ja. Woe! Ja, dan voel je je best wel veilig, weet je wel. Hij zou met Amalia mee moeten gaan. Ik denk dat een hoop zou oplossen in Amsterdam. Maar goed, dat is het idee van de ervaring. Het idee is dingen meemaken. Dat is de oplossing voor het probleem. Namelijk te veel consumeren, om het zo maar te noemen. En toen dacht ik, of toen had ik al lang bedacht, het wordt een trilogie, een drieluik. Dat is vanavond. En vanavond speel ik integraal. Niet even een korte samenvatting en lekker suipen, nee. Het hele verhaal ga ik jullie vanavond vertellen. En het is het verhaal van de ziel. En de ziel, dat gaat zeg maar over de toekomst van de mensheid. Ja, mensen die mij kennen weten, ik pak altijd een heel klein, behapbaar probleempje. En daar bouw ik dan een mooi, smaakvol programmaatje omheen. Hè? Maar ik ga natuurlijk niet vertellen over hoe het er over 5 jaar uitziet of over 10 jaar. Weet je, dat weet niemand. Heb je gezien aan corona en Oekraïne, weet ik veel. Maar gewoon in het algemeen. Waar gaan we heen met z'n allen? En in hoeverre hebben we daar nog invloed op? Wat kunnen we doen, weet je wel? Hè, dat is een beetje het idee. En het heet de ziel, omdat, weet je, in de theologie en de filosofie wordt vaak gezegd, de ziel is wat mensen onderscheidt van de dieren. Wij hebben een ziel, hebben dieren niet. Hè? Daarom mogen volgens de christenen, mogen we met dieren doen wat we willen. Hè? De bio-industrie maakt geen zak uit. Maar ze hebben toch geen ziel. Hè? Dus ze zijn van ons, mogen we doen wat we willen. Hè? Maar het is natuurlijk onzin, de ziel. Het bestaat helemaal niet. Het is niks. Het is gewoon bedacht. Het is een ideetje. Het is gewoon een ideetje. En daarvoor staat het prachtige boek daar. Het is een ideetje. Want dat is wat wij mensen zijn. Uiteindelijk zijn wij ideeën. Weet je, waar je ook geboren bent. Of het nou Japan is, Spanje of in heerlijke Groningen, weet ik veel. Maar uiteindelijk ben je, weet je wel, je krijgt wat dingen mee van je ouders. Je uiterlijk en je DNA, weet ik veel. Maar wat je uiteindelijk wordt, weet je, moeder Teresa of een fundamentalistische moslimterrorist, dat is maar welke ideetjes je erin stopt. En dat staat in dit boek. Dit boek heb ik ooit een keer van een vriend gekregen, van Peter Watson. Dit zijn alle ideeën die ooit door mensen zijn bedacht. Dat is goed, hè? Dat is toch geweldig? Ik heb het niet helemaal gelezen. Hey, maar alle wiskunde en filosofie, alles staat erin. Kijk, en dit is wat wij zijn. En dit is één pijler onder onder de avond. He, de ideeën. Het tweede pijler onder de avond is, wij kunnen kiezen welke ideeën we gaan gebruiken. Weet je, we kunnen kiezen, doen we communisme of doen we democratie. Dat kunnen we gewoon bepalen. En dat verandert, zeg maar, hoe we met elkaar omgaan. En ik noem dat de attractie. Het logo van deze drie programma's, dat is een reuzenrad. Omdat mijn gevoel is, wij mensheid zitten in attracties.
Weet je wel, en we kunnen zelf kiezen, willen we in de botsautootjes zitten, of in een reuzenrad, weet je wel, of weet ik veel, een poffertjeskraam, whatever. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. We kunnen gewoon zelf kiezen waar we in willen zitten aan de hand van de ideeën. En ik wil jullie even aan het begin van de avond even meenemen over de aarde, over de mensheid, wat voor ideetjes er worden uitgeprobeerd op de mensheid. Want dat is wat er aan de hand is. In allerlei culturen proberen we dingen uit op de mensen en dan kijken we of we daar gelukkig van worden. Kijken of dat werkt, weet je wel. En dan doe even een kort rondje rond de aarde en dan gaan we daarna weer verder. En dat wil ik doen aan de hand van een handvat, dat je een brilletje zeg maar, dat je, helemaal anders wordt het een beetje chaotisch. Jullie kennen mij, ik ben altijd heel gestructureerd. Dus het idee is, we kijken even door de bril van science fiction. In science fiction heb je twee kampen. Weet je, zoals in de muziek Beatles en de Stones. Maar in science fiction heb je twee kampen. En dat is de mensen die houden van Star Trek. En je hebt mensen die houden van Star Wars. Dat is een beetje, dat mixt niet zo goed. Star Trek, dat is to boldly go where no man has gone before. Dat in een ruimteschip, en dan ga je op reis. Dan ga je andere culturen, andere volkeren, andere planeten ontdekken. En dan probeer je daarmee samen te werken. Dat is het gevoel, weet je wel, van Star Trek. Beetje, zoals, het zal hier ook wel zijn, maar zoals Amsterdam, een grote stad. Amsterdam is 161 nationaliteiten en we proberen samen te werken. We proberen er tegen de klippen op wat van te maken en de boel bij elkaar te houden. En dat is Star Trek, weet je. En Star Wars, dat is zeg maar Urk. dat is, als je niet voor ons bent, dan ben je tegen ons. En we gaan dik in de fik steken en een beetje kook snuiven. Dat is een beetje het hele Urk-gevoel. En laten we met dat brilletje op dat handvat eventjes over de aarde gaan en kijken hoe dat in elkaar zit. Laten we beginnen bij China. Dat doe ik elke avond bijvoorbeeld. Prima. China. Kijk, in China daar is het idee dat wij mensen het gelukkigst worden als iedereen zoveel mogelijk hetzelfde is. Eén volk, één land, één cultuur. Gewoon alles maar zoveel mogelijk hetzelfde is en één ding is, dan is het allemaal prima, weet je wel. Dan word je gelukkig van, want dan weet je wat je kan verwachten. En dan weet je precies wat de ander denkt of wat hij moet denken, naar welke films hij heeft gekeken, weet je, wat voor kleren hij aan heeft. Nou goed, weet je, dat gevoel een beetje en alles wat afwijkt, dat kan niet. Maken we kapot, weet je, of dat sluiten we op, zoals de Oeigoeren. Dat is, castreren ze. Of we laten ze zonnepanelen maken. Soms een combinatie van die twee. En nou, voelt het als Star Wars of Star Trek? Star Wars, dank jullie wel. Een beetje traag, vond ik jullie. Ja, ik dacht dat de avond wel op snelheid was, maar het duurde erg lang voordat het antwoord kwam. Maar is prima. Dat voelt een beetje Star Wars natuurlijk. Het is gewoon, zij doen het in hun eentje en de rest moet allemaal oprotten. Dat is heel gewoon, ik zou niet graag in China willen wonen. Nou, het enige goede nieuws wat ik jullie op dit moment over China kan vertellen, een beetje positief te houden, dat is dat de Chinezen zijn bijna op. Heb je die nog meegekregen? Ja, ze zijn bijna op. Ze neuken te weinig. Daar komt het eigenlijk gewoon op neer. Ja, ze hebben maar 1,3 kind per vruchtbare vrouw. En dat is te weinig om een volk in stand te houden. Dat weet je misschien wel, dat is 2,2. Je moet 2,2 kinderen hebben per vruchtbare vrouw als je een volk in stand wil houden. En anders dan stort het al langzaam in. Chinezen vinden schijnbaar het in elkaar zetten van hele goedkope plastic spulletjes net wat leuker als copuleren. Nou goed, slans wijs, slans eer. Hè? Ja, het is niet dat ze morgen weg zijn, dat je bent en denkt, we zijn de Chinezen nou gebleven allemaal. Nee, het duurt wel even, maar het stort langzaam in. Weet je wel? Ja, ik kan lachen, wij zitten natuurlijk op 1,6, wij storten ook in. Hè? Ja, wij worden ook steeds minder en er zijn altijd wel een paar gekken die zeggen, oh, maar je patertje verdunning. Nee, gast, er wordt er gewoon te weinig geneukt. Tenminste, gericht op het krijgen van kinderen, laten we het daar even bouwen. Hè? Dus dat is het idee. Kijk, de winnaars, om het zo maar te noemen op dit moment, dat is natuurlijk de Afrikaanse landen. Hè? De Afrikaanse landen zitten gemiddeld op 4,5 kind per vruchtbare vrouw. Tja, dus dat is een beetje de Japanse duizendknoop onder de mensheid, zou je ze kunnen noemen. Goed, ik ga het woord woekeren natuurlijk niet gebruiken, maar het is wel net gevallen. Maar goed, het feit dat de Chinezen bijna op zijn, of in ieder geval hard die kant op gaan, is natuurlijk fantastisch nieuws voor de haaien. Enige interesse in haaien? Of denk je van, ja nee, maar het is het gewoon. Ik zag laatst een film dat er nog steeds elk jaar 200 miljoen haaien worden er gewoon gevangen. Vinnetjes eraf, voor de soep, lekker voor de soep. En de rest flikkeren ze gewoon terug, dan weet je gewoon niet goed op je hoofd. Dat is toch barbarij voorbij, hoe kan dat? Ik begrijp dat gewoon niet, dat gewoon doorettert die wond, weet je wel. Alsof wij ossenstaartsoep lekker vinden en daarbij een os, ik staart eraf en hem gewoon weer in de wei laten lopen, weet je wel. Ja of je gaat naar de visboer en je zegt, doe mij maar een neusje van de zalm graag. Doe graag neusje van de zalm. Doe maar 30, anders is het mutoosje niet vol. Weet je, of dat je van bokkenpootjes houdt en dat je bij een bokje dan de pootjes eraf haalt en dan dat bebloede rompje gewoon teruggooit in de kinderboerderij. En dan tegen die kinderen zeggen, doe maar aaien, hij loopt toch niet weg. Nee, ik vind één. Nou, laten we stoppen over de Chinezen, hè.
Oké, volgende land. Volgende land, even een rondtochtje. Star Wars, Star Trek. India. In India er is het hindoeïsme. Is dat hindoeïsme? En dat is natuurlijk het idee van het kastensysteem. Het idee is daar dat wij mensen het gelukkigst gaan worden. Hè, als je precies weet waar je de hele leven aan toe bent. Dat je weet, als je voor een kwartje geboren bent, blijf je altijd een kwartje. Voor een dubbeltje, voor 100 euro blijf je altijd 100 euro. Daar zorgen we wel voor. Hè? En als je voor een kwartje geboren bent en je wil hoger komen, maar dat doe ik heel erg mijn best. Nee, dat gaan we niet doen. Nee, we gaan zorgen dat je netjes weet. Dat is het idee. Hè? Nou, voelt het als Star Wars of Star Trek? Star Wars, dankjewel. Dat had ik zelf ook als idee. Dus dat is hartstikke goed. Het is ook of dan naar land, dat is ook niet samenwerken. Dat is gewoon ieder voor zich je eigen groepje beschermen. Verschrikkelijk. Ik denk niet dat het, ik vind in ieder geval helemaal niks. Het enige leuke verhaal wat ik jullie kan vertellen van India, want dat moet dan ook eventjes, vind ik. Hè, dat hoorde ik van mijn goede vriend Jan-Jaap van der Wal. En die vertelde dat hij had gesproken met de dame, dat is een dame, een Nederlandse dame die wereldwijd alle IKEA-winkels inricht. Weet je dat? Dat is een Nederlandse dame, dat is natuurlijk een topbaan. Hè? Dat is gewoon copy-paste en lekker naar het strand toe. Heerlijk. Nee, het is heel ingewikkeld. Het is heel ingewikkeld, want het verschilt per plaats en per land, jongens. Je wil niet weten, de gangpaden, de breedte, de kleuren, de volgorde van de producten, alles doet ertoe. Hè, maar zij mocht als eerste een paar jaar geleden een winkel, de eerste IKEA-winkel openen in New Delhi, in India. En dat had ze gedaan, helemaal uitgezocht, helemaal voor elkaar gekregen. En toen kwam er kwamen natuurlijk mensen uit de hogere kasten, die kwamen er naartoe. Want die hebben geld, vinden de westerse spulletjes leuk. Dus die gingen daar winkelen, maar dan kochten ze bijvoorbeeld een kast. En dan kwamen ze bij de kassa achter dat ze die kast zelf in elkaar moesten zetten. En als je uit een hogere kasten komt, ga je echt niet je eigen kast in elkaar zetten. Dus toen moesten ze na de kassa's nog een apart eiland maken, waar allemaal mensen uit de lagere kasten voor de mensen uit de hogere kasten de kast in elkaar zetten. Dus ze een hele kast naar huis konden. Kid you not? Goed, we gaan even verder. Rusland. Doe ik zelf wel eventjes. Star Wars. Nee joh, ik ga het wel even, anders duurt het te lang. We moeten even een rondje maken. Het is natuurlijk verschrikkelijk wat daar gebeurt. Niet alleen Oekraïne, maar gewoon dat het gewoon in een totale verschrikkelijke dictatuur aan het veranderen is. Weet je, ik ken geen Russen persoonlijk, maar ik had altijd de indruk, en misschien jullie met mij, dat het een trots volk was. Dat ze het gevoel hadden, we zijn wel Russen, weet je wel. Ook al leven we in armoede en weet ik wat, maar we zijn wel Russen. Dat was een soort trots hadden ze. Waar is die gebleven? He, waar is je trots gebleven als je met een wit A4'tje op het rode plein gaat staan? Dan kan je 15 jaar gevangenisstraf krijgen. Als je dat toch kan tolereren, dan heb je toch nul trots nog. Waar is het gebleven? En ik denk dat ik het weet, namelijk in glas met wodka. Daar is ongeveer waar de trots gebleven is. Jongens, ze suipen gewoon te veel. Ze suipen er gewoon veel te veel. He, je weet allemaal hoe dat gaat. Weet je kan van alles meemaken in je leven. Of voor je de klas gestaan en je hebt een rotdag gehad. Of een vergadering of in het verkeer. Weet ik wat. En dan kom je thuis met. En dan neem je een rood wijntje en dan denk je. Nah. En dat is wat alcohol doet. Dat is wat het doet. Gewoon even een kort dingetje. Hebben jullie enig idee wat de gemiddelde leeftijd is van een Russische man? Hoe oud ze kunnen worden? Russische mannen? 56? 58? 46? Hartstikke idee. Het is 66,1. Oh, precies, zo slecht is wodka niet voor. Je moet er niet zo bang voor zijn, man. Weet je, nee, maar kijk, gemiddeld Russische mannen, weet je, Russische mannen, die drinken per jaar hun eigen lichaamsgewicht aan alcohol. En je weet allemaal, als je ouder wordt, word je dikker, dus je moet steeds meer drinken om dat bij te houden. Niet te doen. Nou, Amerika, doe het zelf wel even. Amerika is ook Star Wars, want daar is ook ieder voor zich, weet je. Je bent of republikein of democraat, je bent of rijk of je bent arm, of je wit of je bent zwart. Als iemand bij je thuis komt, mag je hem gewoon doodschieten, inbreken dan. Niet op verjaardag. Hè? Maar als iemand per ongeluk, zeg maar, in het donker in je huis staat, dan mag je hem in principe zeggen, ik dacht dat die aan het inbreken was. Nou, goed. Dus in ieder geval, dat mag dan gewoon. Dat is toch verschrikkelijk. Ik denk overigens niet, om even gerust te stellen, dat er een atoomoorlog komt. Ik denk het niet, want ik denk dat voor Joe Biden de lanceercodes te lang zijn. Weet je, maar we hebben toch al een 6 gehad? Nog een keer, weet je, dat denk ik. Maar goed, overal waar je kijkt is het Star Wars. In Afrika is het eigen stam eerst. Als jouw stam gekozen wordt, zorg je dat die de baantjes krijgt. Natuurlijk, want die andere stam gaat het ook doen als ze gekozen worden. Hè? De Midden-Oosten, Soenieten tegen de Shiiten, overal. En dan kom je uiteindelijk via allerlei omwegen kom je bij de attractie Europa. Weet je, waar wij nu met z'n allen in zitten. En dat voelt voor mij als Star Trek. Want we proberen het toch met die 27 landjes bij elkaar te redden, weet je wel. En het is altijd gedoe, hè, met verkiezingsbeloftes. Nee, geen geld naar Griekenland. Nou, doe maar wel. Dan, weet je. Maar het is Polen, weet je nog, Polen. Antidemocratisch, die breken de rechtsstaat af. Hè, en toen namen ze opeens 2,5 miljoen Oekraïners namen ze opeens op. Toen dachten we, dat is toch wel goed.
Weet je? Ja, dus je weet nooit wanneer je een land nodig hebt. Dus het beste is bij elkaar houden. En ik denk dat we dat hartstikke goed doen hier. Ik denk dat we in Europa op dat Star Trek niveau gewoon de boel bij elkaar houden. Dat dat toch het beste werkt. Weet je, er is een onderzoek waar mensen het gelukkigst zijn. Ter wereld. Het wordt elk jaar gehouden. Dat heet het Human Happiness Report. Dat wordt gedaan door de Verenigde Naties. Die onderzoeken dat elk jaar. En ik snap wel dat je denkt, hoe kan je geluk nou meten? Dat is toch bijna per definitie iets onmeetbaars. Dat is ook zo. Geluk is natuurlijk, weet ik wat, een merel die zingt. Vers kopje thee. De zon die doorbreekt. De geur van de zee. Een eigen huis. Gewoon een plek onder de zon. En ik ben blij dat jullie het nu al hebben. Ik moest laatst in Noordwijk het hele liedje zingen. Was het maar een grapje. Maar in ieder geval, moest ik nog uitleggen ook. Maar geef niet, dat is gewoon nooit bij. Nee, maar weet je, wat ze doen is echt goed. Wat ze doen in Verenigde Naties, ze doen hele slimme vragenlijsten hebben. Om te kijken of mensen het gelukkig zijn. Ze gaan niet naar de Albert Cuyp in Amsterdam. Weet je wel, bent u gelukkig? Zijn we gelukkig? Ja. Zo werkt het niet. Ze hebben ingewikkelde vragenlijsten met wel honderden vragen. En die doen ze elk jaar aan tienduizenden mensen wereldwijd. En dat zijn vragen als, heb je als hoofdpijn? Heb je vaak honger? Huppel je wel eens? Speel je een instrument? Heb je het gevoel dat je gezien wordt? Dat je je seksualiteit kan uiten? Allemaal dat soort vraagjes. Controlevraagjes en strikvraagjes. En dan komen ze erop waar mensen het gelukkigst zijn. En wat is geluk? De definitie is een beetje waar mensen het gevoel hebben dat ze het meest de mens kunnen zijn die ze willen zijn. Dat op de plek waar ze wonen, het gevoel hebben dat ze zich het best kunnen uiten en zich ontwikkelen als de persoon die ze voelen dat ze zijn. En als je het bekijkt, Nederland staat vaak op 3, of op 5 staan we meestal in die regionen. De afgelopen 22 jaar, zolang dat het rapport er is de top 10 altijd Europa. Altijd Europa. Ergens doen we iets goed. Ergens is de attractie waar wij in zitten, is gewoon een topattractie. Weet je? En wat ik maar zeggen wil, is Groningen, gelukkiger als dit gaan jullie niet worden. Consumeer die maar eens eventjes, ja. Maar we doen het gewoon hartstikke goed. En hoe komt het dan? Hoe komt het dan dat wij wat hebben wij nou hier in Europa, wat al die andere gebieden niet hebben? En ik denk dat het eigenwijsheid is. Wij zijn gewoon stront eigenwijs. Kijk, in alle andere landen, gebieden, daar hebben ze altijd iemand gehad die zei wat je moest doen. De tsaar, of Mao, of een keizerrijk. En dat was altijd top-down iemand die zei, je moet allemaal dit doen, allemaal dat doen. En dan gaat de creativiteit weg. En wij zijn natuurlijk altijd in Europa stront eigenwijs geweest. We hadden altijd kleine bisdommetjes en koninkrijkjes. En zelfs tijdens de Romeinen was er nog één dorp. Wat dapper stond er. Ja, maar ze deden het wel. En er waren ook dorpen die deden alsof ze meegingen met de Romeinen, hoor. Ja, maar helemaal niet. Weet je. En die stront eigenwijs, dat is volgens mij waarom wij, weet je, waarom we het zo goed doen hier. Dat denk ik. Je hebt toch ook gemerkt, tijdens corona, tijdens de grote corona gedoe, weet je wel. Toen hadden wij een intelligente lockdown. In tegenstelling tot andere landen die hadden een stupide lockdown. En het idee van die lockdown was, die intelligente lockdown, dat we het virus zo slim, zo vilijn gingen aanpakken, dat zelfs het virus zou denken, ik begrijp het niet, ik ga weg hier, ik moet weg hier. Gebeurde helemaal niet, hè? Nee, want we gingen zelf nadenken. We dachten allemaal, ik ben hartstikke intelligent, iedereen is stront eigenwijs. We gingen zelf allemaal regeltjes bedenken. Iedereen die 2 artikelen had gelezen, die wist het allemaal veel beter. Ja, je mag maar 4 mensen bij je thuis hebben. Maar bij ons kan makkelijk 8. Kan makkelijk 8. We hebben een balkon op het noorden. En als je dan met je rug naar elkaar toe gaat staan en een beetje zo praat, dat is helemaal geen enkel probleem. Ik hoef ook geen mondkapje op, hè, want ik douche al koud. Dus ik heb een heel goed immuunsysteem. En ik adem alleen maar in. Dus ik voor mij. Maar dat is toch zo. Wij zagen het op stront eigenwijs. En dat is prima. Weet je wat, dat heette dan zogenaamd de wappies. Ik vond het een eretitel. Ik was een kuddedier, hoor, dat geef ik eerlijk toe. Maar weet je, al die gave ideeën in het boek, die komen allemaal van eenlingen. Het is heel zelden dat een hele kudde met z'n allen zegt, dat is een goed idee. Nee, het zijn altijd, noem het de wappies, de gekkies, weet je. En die verzinnen 100 ideeën, maar daar zit wel dat ene nieuwe goede idee tussen. Omdat ze gewoon allemaal denken dat ze beter weten en eigenwijs zijn. Dat is prachtig. Zoals dat ene mannetje wat jarenlang door je straat loopt en altijd met een ijzerdraadje aan het klooien is, weet je wel. En dan opeens heeft hij een paperclip, weet je wel. Dan wordt hij gewoon stinkend rijk. Nou, dat gevoel een beetje. De wappies, de eigenwijsheid, dat is wat ons heel ver heeft gebracht. En de meeste ideeën in het boek komen ook van dat soort mensen komen die uit. En de ideeën die erin staan, dingen als democratie, verlichting, die hebben de wereld ook veranderd. Weet je. Die hebben ook gezorgd dat de attractie ging veranderen. En één idee wat erin staat, dat is hier in Nederland bedacht. En dat heeft de wereld totaal veranderd. Begin 17e eeuw. Wat er namelijk in staat, die hebben wij met z'n allen bedacht hebben met de VOC-tijd, dat was het bankwezen. Dat is internationaal erkend dat het bankwezen ontstaan is in Nederland, in Amsterdam. En met name kredietverlening.
Hè, en kredietverlening, kijk, dat vinden we nu heel normaal. Dat is als een deurkruk bij een deur. Dat snap je, weet je, gewoon krediet, je kan toch wel geld lenen. Kan toch wel, met je rente geld lenen. Dat was vroeger niet. Weet je, het idee, want krediet is bedacht geld. Hè? De banken bedenken geld en dat krijg je dan en dan kan je dingen voor doen. Vroeger moest je 40 jaar sparen voor een huis te bouwen. En dat je eindelijk het geld bij elkaar, kon je het huis bouwen, 5 jaar lang bouwen. En daarna 5 jaar had je lol van, ja, was je dood. Snap je? En toen kwam het idee van iemand die zei, nou, dan doen we alsof het geld er is. We doen, maar het is er niet. Dat zeggen we niet. Ze zetten gewoon op een papiertje dat het er wel is. Dat deden ze. Ja, het is er wel. En dan kon je meteen bouwen. En dan vertrouwden ze erop dat die mensen dat gingen terugbetalen. En verdomd, dat deden ze. En die mensen hadden opeens 40 jaar plezier van het huis in plaats van maar 5 jaar. En dat heeft de wereld zo vooruit geholpen. De hele wetenschap is gebaseerd op heel duur lang onderzoek. En dan komt er eens een keertje wat uit. En dat moet je financieren. Als je er eerst voor moet sparen, komt er niks van, joh. Dus dat bedachten ze allemaal. Ze hadden gewoon allemaal geld. Allemaal geld. En dan doe maar dingen. En er kwamen allemaal dingen uit. En het werkte gewoon. Jongens, dat was een vliegwiel voor de wereldeconomie. Overal barstte het los. We gingen geld bedenken. He, want je weet hoe het werkt. Als je geld bedenkt, dan gaan wij wel dingen doen, toch? He? Als ik jullie allemaal 1000 euro geef, dan weet je wel, dingen kopen. He, gaan we lekker dingen doen. En het probleem met krediet is, en daar komen we nu. Je hebt niet voor niks de bovengrens, deze cyclus. He, dat krediet, dat geld bedenken, dat kan ook een keer te ver gaan. En dat hebben we dus gedaan. We zitten nu precies in het tijdgevricht waarin we het krediet verlenen, het bedenken van geld wat er nog niet is, dat is volledig uit de hand gelopen. Daarvoor hebben we 0% rente, is nog nooit geweest in de geschiedenis. Maar er is gewoon veel te veel geld. De Europese Centrale Bank heeft de afgelopen 8 jaar, elk jaar, 1000 miljard euro, dat is 1 triljard euro, gewoon de economie ingeflikkerd van Europa. Van nou, doe maar dingetjes ervan. Gaan we kijken wat er gebeurt, weet je wel. En het kan niet. Het gaat gewoon barsten. Ik weet het. En het is een beetje een taai. Ik voel wel een beetje taai gedeelte van de avond. Ja, gaan mensen kuchen en met elkaar praten. Hoor ik ook wel. Nee, maar je moet even doorzetten nu. Want dit is een belangrijk stukje. En wat ik vertel is ook in die zin waar. Ik ben niet alleen cabaretier. Ik heb ook afgestudeerd econoom. Ik heb gestudeerd van 1977 tot 1985. En ja, ik weet ook dat het 8 jaar is. Maar dat was toen noodzakelijk. Weet je, want je had toen heel veel beurs en drank. Nee, maar dat was gewoon normaal in die tijd. En dat is ook lekker. Dus ik zou het iedereen kunnen aanraden. Ik heb lekker 8 jaar gestudeerd. Hè. Maar dat kredietverlening, dat is een... En ik weet dat het een weet je, altijd dat soort dingen over economie en geld en rentes, daar hebben mensen altijd een beetje moeite mee. Een vriend van mij die werkt bij de bank. En die heeft 2 jonge kinderen. En die vindt het hartstikke leuk om ze voor te lezen. Hè, maar hij zegt, Hans, dan kom ik wel eens te laat thuis. Want hij leest altijd 7:30 voor. Dan gaat hij naar boven, liggen ze al in bed. En dan leest hij zijn verhaaltje voor. Hij zegt, Hans, ik ben wel eens te laat thuis. Dan ben ik pas 7:15 thuis. Ik ben doodmoe. Zit hier heel gemeen. Wat ik dan doe, dan ga ik naar mijn kinderen toe. En dan lees ik geen verhaaltje voor. Maar dan leg ik ze uit hoe kredietverlening werkt. En dan zijn ze zo weg. Maar we hebben dat gedaan. We hebben gewoon veel te veel geld in de economie gepompt. En je ziet het aan alle kanten nu. Het is aan het exploderen. Hè? Het is een enorm probleem met de rente. Er is een belachelijk hoge inflatie. Dat is logisch. Want als er te veel geld is, dan wordt het minder waard. We zijn gewoon... Zoveel geld is er in de Europese economie gepompt dat het gewoon minder waard is geworden, het geld. En dat heet inflatie. En ik had het ook voorspeld. Het is heel raar, maar ik denk dat ik toch iets beter gestudeerd heb als die mensen van de Europese Centrale Bank. Want ik zag het aankomen. Dat... Maar ja, ze hebben waarschijnlijk korter gestudeerd. Dat zal waarschijnlijk het... Nee, maar waarom hebben ze dat gedaan? Waarom hebben ze dat nou gedaan? Terwijl nu... We krijgen echt wrange vruchten. Het stort nu in elkaar. Ze proberen maar hopelijk om het weer een beetje op de poten te krijgen. Waarvoor hebben ze zo belachelijk veel geld bedacht wat er niet is? En het komt omdat we verslaafd zijn geraakt ergens aan. Dat is ook een idee wat in het prachtige boek staat. Wij zijn namelijk verslaafd geraakt aan economische groei. Aan dat het altijd meer moet worden. Dat vinden we fantastisch. Met name politici vinden het geweldig. We groeien weer. Het is weer meer, het is beter. Ik kan als econoom tegen jullie zeggen, het is gelul. Economische groei bestaat helemaal niet. Het is een bullshit woord. Vroeger werkte het wel een beetje, maar het is totaal voorbij. Ik vind, zelfs GroenLinks neemt het in de mond. Ze moeten het gewoon niet meer doen. Het is... Economische groei is helemaal niks. Het zegt helemaal niks. Het is onzin. Ik ga het jullie uitleggen aan de hand van een verhaaltje. Want dan onthouden jullie het beter. En het verhaaltje is dit. Ik heb een campertje. Ik heb een mooi campertje, een soort pipowagentje, een houten campertje. En die moet 1 keer per jaar gaat hij naar de stalling, hè, want hij is van hout. En die brengen we dan zo eind september brengen we hem meestal naar de stalling. En dan gaan we nog 1 nachtje erin slapen. Dat noemen we altijd zijn laatste avondmaal. En dan moet hij zeg maar de gevangenis in. En zoveel houden we van hem. Maar... Dit jaar gingen wij naar Kootwijkerzand. Gewoon nog 1 nachtje, weet je wel, en we gingen naar Kootwijkerzand. Dat ligt bij Kootwijk.
En makkelijk onthouden. En het is een van de grootste zandstuifgebieden van Europa. Geweldig gebied. Met enorme biodiversiteit. We zijn er 8 jaar geleden ook geweest. Zitten raven. Heb je wel eens een raaf gezien, gewoon live? Dat je op een zandheuvel zit, weet je, onder een grove den. En dan komen ze bij het vallen van de nacht, dan gaan ze naar de slaapplaatsen toe. Die zijn zo groot, ze zijn zo groot als een buis. Het zijn zulke grote zwarte vogels, met zulke grote snavels. Weet je, die kunnen gewoon in één haal, kunnen ze een baby uit een kinderwagen rukken en voor je ogen kapot maken. Ze doen het nooit, maar ze kunnen het. Weet je, het is doodeng, maar ook heel mooi. Maar goed, die hadden we 8 jaar geleden ook gezien. Dus we zeiden, we gaan eens een keer naar de raven toe. Dus wij gingen daar dit jaar naartoe, eind september. We stallen ons campertje daar. En we gaan, de volgende ochtend gingen we onze eerste wandeling maken, lekker vroeg eruit. We gaan naar het zandstuifgebied Zandweg. Ik zweer het je. Dus het zand was weg, niet een weggetje. De zand was weg. Het was gewoon weg, er was geen zand meer. Het was allemaal gras geworden en mos. Door de stikstofdepletie, door alle stikstof wat er neer was gekomen. In 8 jaar tijd was het zandstuifgebied veranderd, wat honderden jaren ervoor niet gebeurd is, was in 1 keer veranderd in een soort graslandschap. En dat gingen ze proberen te repareren, met bulldozers gingen ze dat weghalen. En wat heeft dat met economische groei te maken? Nou dit, dat stikstof, die depletie, al die shit, die komt natuurlijk uit de bio-industrie, uit de grote vee-industrie die we hebben. Dat produceert heel veel stikstof, dat slaat overal neer. En het varkensvlees, we hebben het goedkoopste varkensvlees ter wereld, het beste varkensvlees ter wereld, en het gaat voor 80% naar China. Ze lachen zich gek daar in China. Ze hebben het lekkerste vlees en wij hebben de shit hier zo. Dat vlees was veel te goedkoop. Dat vlees hebben we voor een belachelijk lage prijs verkocht. Dat is wat er gebeurd is, ja? Dat is nep-economische groei, dat is geen economische groei. Het had veel duurder moeten zijn. En nou komt hij. Dit is de grote eye-opener. Het opruimen van de troep, dat denk je, dat is toch een minnetje? Dat is ook een plusje, want dat is werkgelegenheid. Dus dat is ook economische groei. De troep opruimen is ook economische groei. Want er zijn banen bij, er zijn trekkers moeten ze inhuren, er moet diesel in, ze moeten lunchen. Weet je, het is allemaal economische groei. Als Tata Steel meer staal produceert, is economische groei. Hè? En dan moeten er ook meer chemokuren komen, meer ziekenhuizen, meer doktoren. Is ook allemaal economische groei. Als er bij jou wordt ingebroken, dat is economische groei. En je moet nieuwe spullen kopen. Een nieuwe laptop, weet ik veel, een nieuwe sloot op je deur. Hè? Misschien hebben ze met vla eikel op de muur geschreven, ze zijn ze, weet je, moet je allemaal schoon laten maken. En je moet nieuwe tandenborstel kopen, hè? Dat doen ze ook vaak. Het tandenborstel, steken ze in de reet, maken ze een foto, krijg je een paar weken later, ja, appeltje uitje, weet iedereen. Dus economische groei is gelul. En dat is het punt, economische groei is helemaal niks. Ik ga nu 1 zin op jullie loslaten, dat is wat mij betreft de zin van de avond. Hè? Wat je daarna doet, zoek het uit, maar als je deze zin onthoudt, zou ik heel blij zijn. Economische groei, daar komt ie. Economische groei. Dat is een vader die zijn kinderen slaat en dan zegt, ik heb toch contact met ze. het is helemaal niet voordeel. En dat is de ellende. Dat hele gedoe met economische groei is helemaal niet in ons voordeel, weet je. Dan hadden we de miljoenennota, weten we het nog? Hadden we een miljoenennota. En toen zeiden ze ook, we groeien weer een beetje. De bullshit. En we groeien weer een beetje. Het is onzin, het is niks. Weet je, wat je meet is wat je krijgt. Dat is het ding. Wat je meet is wat je krijgt. Bij de NS, daar meten ze stiptheid. Dus alle treinen hebben ze 95% stiptheid. 95% zijn de treinen op tijd. Maar dat betekent, als jouw trein vertraging hebt, dat de trein gaat niet wachten, hè? Die gaat weg, want hij moet stipt zijn. Dat is wat je krijgt als je stiptheid meet. Als je reisplezier zou meten bij de NS, dan gaat hij zeker wachten, want dan heb je veel meer lol. Dus wat je meet is wat je krijgt. En wat wij hier in Nederland doen, in de miljoenennota, meten we hoeveel geld we rondpompen. Nou, prima. Gaan we lekker toch geld rondpompen en het interesseert ons geen reet. Of het iets in ons voordeel is of in ons nadeel. Maakt gewoon geen zak meer uit. Nou zit je met geknepen billen. Hè? Nou voel je, dit is niet fijn, Hans. Dit is geen fijne uitgangspunt. Nou, ga ik verder uitleggen. Hoe komt het dat we dat doen? Hoe komt het toch dat we met dat geld bezig zijn? En miljoenennota. En gaan we daar ook nog van afkomen? Dat komt omdat we verslaafd zijn aan een ander idee uit het prachtige boek. En dat is natuurlijk geld. En nou komen we tot de kern. Kijk, geld is fantastisch. Geld heeft ons in de geschiedenis zoveel geholpen. Internationale handel kon op gang komen. Het is heel lekker verhuizen met geld. Hè, want dan verkoop je je huis en dan kan je met geld naar een andere plek en daar een huis kopen. In plaats van dat je de hele shit mee moet sjouwen. Dus het is gewoon, aan alle kanten is het gewoon een topuitvinding geweest, geld. Maar ook daar is een bovengrens. Ook daar zijn we op een gegeven moment te ver ingegaan. En dat heeft te maken met onze hersens. We zijn gewoon verslaafd geraakt aan geld. Weet je, ze hebben mensen onder een MRI-scan gelegd. En dan praten ze met die mensen over geld. En dan lichten de gebieden in je hoofd op die ook oplichten als je cocaïne gebruikt. Ja, kun je nagaan als je cocaïne snuift met een briefje van 100. Want dat in je hersenen... allemaal goed. Maar we zijn gewoon... Weet je, we zijn gewoon op een stomme manier... Ik moet een stokje nemen. We zijn op een stomme manier verslaafd geraakt aan geld. En ik ga aan de hand van een klein voorbeeld. Ik moet even wat... Even drankje. Jullie pauze, hè?
Weet je, als ik dan toch drink, kuch even of zo, doe even iets. Weet je, het is me ook heel ongemakkelijk als jullie een beetje zo zitten te kijken. En dan nu wel kuchen. Nou, dat is lekker handig. Maar ik moet een paar glazen zit suiker in, want als ik dat niet doe, dan ga ik langzamer praten. Ik ga jullie laten voelen wat geld met onze hersens gedaan heeft. Ook weer aan de hand van een verhaaltje. Ik heb een ochtendritueeltje. Mijn ochtendritueel is, ik sta 's morgens om nu 9:30 sta ik op, omdat ik 's avonds laat werk. En ik sta op en dan ga ik een kopje koffie drinken. Ik lees mijn krantjes even door op mijn iPadje en dan gaan we hardlopen. Ik loop altijd 3 kwartier, een uurtje hard 's ochtends en daarna ga ik douchen. En ik douche altijd 5 minuten. Ik heb zo'n timertje, plastic timertje, en dan douche ik 5 minuten. En is ook leuk. Weet je, kijk, dat is een eigen keuze. Hè? Dat moet ieder voor zich weten. Het is volkomen discutabel waarom ik dat doe. Ik doe het dan voor het milieu. Hè? Maar je kan ook 6 minuten doen of wat je wil. Weet je. Ga nou niet. Het is gewoon mijn persoonlijk dingetje. Ik doe 5 minuten. En ik vind het leuk ook om te doen. Voor mijn vriendin, die houdt heel erg van douchen. En ik geef haar nooit een bloemetje of zo. Maar wat ik dan wel eens doe door de week. Dan pak ik 1 of 2 ochtenden. Pak ik 4 minuten in plaats van 5. En aan het eind van de week zeg ik. Je krijgt 2 minuten van mij. Snap je? Dan mag ze opeens 7 minuten douchen. Nou, dan wordt ze wel blij van. Ja, ik had laatst met Valentijnsdag. We stonden op. Ik zeg, jij krijgt vandaag voor Valentijnsdag al mijn 5 minuten. En toen zegt ze, nou, ga maar douchen. Ook lief. Maar een halfjaartje geleden of zo, vlak voordat de gasprijzen omhoog ramden, had het Wereld Natuurfonds berekend dat als je elke dag 2 minuten korter doucht, dus elke dag 2 minuten korter douchen, dan scheelt je dat €80 op jaarbasis. En toen dacht ik, oh, dus voor €80 per jaar kan ik elke dag 2 minuten langer douchen? Dat is niet duur. En zo denk je toch ook? Voel je? Zo denk je meteen. En dat is wat er gebeurt. Zodra geld erbij komt in de afweging, dan vergeten we de voorkwap, dan vergeten we moraal, dan vergeet je, oh, ik heb kinderen, oh, milieu, oh, het kan eigenlijk niet. Het is allemaal weg, dan denk je gewoon, oh, ik kan betalen, ik kan het doen, weet je wel. Mensen die nu korter douchen, mensen die nu naar de thermostaat kijken, het is toch alleen maar vanwege geld? Het is alleen maar vanwege geld, niet vanwege het milieu of zo, weet je. Nee, omdat je denkt, kan ik het betalen of niet, anders in mijn portemonnee. En dat is wat er gebeurt, omdat we zoveel met geld bezig zijn geweest, is geld de maatstaf in ons hoofd geworden. En we denken alleen maar, kan ik het betalen of kan ik het niet betalen? En dat heeft ons denken gewoon kapot gemaakt. Dat is wat er gebeurd is. Snap je? Een mooi voorbeeld is natuurlijk Siewert van Linden. Ja, toch? Siewert van Linden, mondkapjesdeal. Die heeft toch 9 miljoen van ons gejat? Ja of nee? Hij heeft 9 miljoen heeft hij van ons gejat. Met zijn mondkapjes en zo, weet je wel. Weet je, dat is heel veel geld. Maar je kan het je ook wel begrijpen, want het is gewoon een te grote wortel. Ik denk dat hij in het begin nog wel eerlijk wilde zijn, dat hij dacht, ah, ik ga die mondkapjes regelen. Als je op een gegeven moment ergens 9 miljoen aan kan verdienen, dat doet toch iets met je? Dan denk je toch op een gegeven moment, dat kan ik gewoon niet laten liggen. Dat hij kan zijn kinderen laten studeren. Weet je, als er grote problemen zijn met 9 miljoen, als je het niet allemaal in je neus duwt, kan je echt wel behoorlijk, weet je wel, je leven op orde houden de hele tijd. Dus dat, ik denk dat het hem echt moeite heeft gekost. Ik denk dat Siewert van Linden daar persoonlijk pijn van heeft gehad. Denk ik echt. Want weet je, hij heeft gelogen. Hij heeft gewoon voor het oog van de hele natie keihard gelogen. En hij is een christen. Hij is van het CDA. Die liegen niet. Ah man, wat een teringleier is die Bob Hoekstra. Jezus. Nee, dat is gewoon onze minister. Dat is onze minister, die leidt het land, leider van het CDA. En die heeft gewoon zijn pensioen op Guernsey staan. Die heeft gewoon een belastingvrij pensioen. Weet je, als jij pensioen krijgt ooit, dan moet je 30% inkomstenbelasting betalen. Hij krijgt het gewoon uitbetaald. Dan ben je toch een teringleier? Ga de Bijbel opnieuw lezen, gast. En kom eens terug, weet je wel. Nou goed, ik was bij Siewert van Linden. Laten we Siewert van Linden houden. Een beetje bij het onderwerp houden. Jij is een vrouw. Daar hoor je ook niemand over. Maar daar zit ik dan ook mee. Dan denk ik, jeetje. Die vrouw van hem, die dacht dat ze met een hele oprechte, eerlijke, mooie christen was getrouwd. He? Iemand die leeft volgens de Bijbel, 10 geboden in zijn achterzak en probeert een nobel en lief mens te zijn. Zoals alle CDA'ers. Nee, maar dan dacht ze echt dat ze. En nu wordt ze 's morgens wakker. Naast die leugenaar. Weet je, en elke ochtend denkt ze weer. En daarna denkt ze, maar ja, wel 9 miljoen. De Maxima-doctrine. En. Kom op. Het is cabaret, hè? Precies, zo is dat. Kapot maken die handel. Nee, het is cabaret. Ik kan niet binnen de lijntjes blijven de hele tijd. Weet je, dan wordt het. Ik moet af en toe even dat je denkt, oh, hè? Want het van Maxima, dat meen ik toch niet. Maar toen dacht ik, want zo ben ik dan ook, hè? Dan ga ik gaat malen. Toen dacht ik, Hans, je kan er wel een mooie grote mond over hebben op toneel. Hè? Maar wees eens even eerlijk, wat zie jij nou voor 9 miljoen? Bang.
Wat zou jij doen als je 9 miljoen, een worst van 9 miljoen krijgt voorgehouden? Of een wortel van 9 miljoen, maakt me niet uit. Maar iets wat voor je hangt en wat je wil grijpen. Snap je? En, ja, ik weet nooit of ik een wortel of een worst moet nemen. Weet je, nou, een worst aan een stokkie of een wortel, weet je wel? Wortel. Dus, nee, maar een wortel van 9 miljoen, dat moet diamanten in zitten. Dat moet met goud, nou, laat maar. Maar in ieder geval, nee, maar ik meen het serieus. Ik dacht, Hans, jij kan het over Siewert wel zeggen, maar waar zou jij voor zwichten? Welk moreel zou jij inleveren? En toen ben ik dat gaan doen. Hè, in voorbereiding van deze avond, van dit programma, ben ik gaan wandelen. En toen ben ik gaan denken, stel je krijgt in één keer 9 miljoen, wat ben jij bereid daarvoor te doen? En eerlijk zijn tegen jezelf is niet makkelijk. In het begin denk je, nee, maar op een gegeven moment ga je door en zeg je, nee, eerlijk. En dan ga je nadenken en denk je, ja, kan dat voor doen, kan dat voor doen? En ik zou je echt zeggen, ik schrok van mezelf wat ik bereid ben. Nou, is echt waar. Ik schrok ervan wat ik bereid ben op te geven voor 9 miljoen. Ik werd er wel een beetje verdrietig van. Dat schijnbaar die grens bij mij er ook is. Ik ga geen mensen vermoorden of zo. Maar ik vond het gewoon heel oprecht vervelend om daaraan te denken. Maar goed, meer iets voor een andere avond. Ik ben bereid. Want jullie willen toch horen, dat weet ik. Zo zijn jullie. Ik ben bereid voor 9 miljoen op mijn rekening. Geen gezeik verder, niet belasting eraf. Ben ik bereid. En je mag boel roepen. Ik schrok er zelf ook van, hè, hiervan. Maar ik ben bereid voor 9 miljoen om reclame te maken voor een supermarkt. Kruisig mij. Supermarkten zijn in mijn ogen op dit moment een van de grote kwaden van de westerse maatschappij. De supermarkten die hebben 80% van de producten die ze in de aanbieding hebben, die ze door je strot proberen te douwen met al die reclames van ze. Dat zijn producten waar je slechter van wordt, waar je diabetes van wordt, waar je hart- en vaatziekten van kan krijgen, hè, waar je obese van wordt. Het zijn gewoon allemaal nare, vervelende klote producten die ze proberen aan jullie te 80% van de producten zijn het. En ook nog zo goedkoop mogelijk. Hè, met aanbiedingen, koop het nou, weet je wel. En allemaal zo goedkoop mogelijk. Minder betalen. En toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Nee, gast, natuurlijk niet. Dat is precies waar de aarde aan kapot gaat, omdat we de hele tijd bezig zijn alles zo goedkoop mogelijk te doen. He, daarom is Indonesië voor de helft nu een palmolieplantage geworden. Daarom worden de tomatenplukkers in Italië als slaven behandeld, moeten 14 uur per dag werken. Daarom is er geen. De helft van Nederland is weiland, zit geen bloemetje meer in. Nul bloemen. Gewoon omdat het allemaal zo goedkoop mogelijk moet. We hebben geen insecten meer daardoor. Geen kievieten, geen wulpen, geen leeuwerikjes meer. Ze zullen bij de boeren de laatste kontharen er nog uittrekken als het iets goedkoper kan allemaal. Het is allemaal alleen maar gebaseerd op goedkoper, goedkoper, goedkoper. Weet je, ik vind de reclames van de supermarkten op tv, dat zijn wat mij betreft de pus uit de puisten van Satan die elke avond voor onze ogen worden uitgedrukt. Sorry. Dit was nog niet 9 miljoen. Ik schrok er zelf ook van, maar er is nog iets. Ik kwam op 8,5 uit. Ik denk, Hans, er moet nog even een dingetje bij. Het klinkt misschien als een kruimel, maar ik vind het verschrikkelijk dat ik dit ook nog bereid ben om te doen. Het zou je sieren als je wegloopt uit protest. Het zou prima zijn. Mis je wel een heel leuk stukje straks, dus dan ben je wel dief van je eigen portemonnee. Maar goed, ik ben ook nog eens bereid, daarbovenop, extra, ook nog eens een keer reclame te maken voor varkensvlees uit de bio-industrie. Is toch verschrikkelijk? Ja, dat is echt verschrikkelijk, man. Toen ik dat bedacht, ik zie me nog lopen op de dijk. Ik liep op de dijk en ik bedacht het en ik dacht, godverdomme. En mensen zeiden, wat is dat? Ik zeg, rot op, laat me met rust. Ik zit binnen in de varkens. Ik was helemaal woedend op mezelf. Maar het is gewoon waar. Weet je wel, iedereen die mij kent en had getrappeld horen zijn het best wat mensen, weet je wel. En iedereen die me kent, die weet dat ik ben altijd mordicus tegen varkensvlees uit de bio-industrie geweest. Vanaf mijn 40ste. Ja, tot die tijd ben je natuurlijk voornamelijk met seks bezig. Dus dan rond mij die varkens. Maar daarna ga je toch kijken naar de wereld om je heen. Joh, voor mijn veerse. Ik heb een keer seks gehad met een hemelworst. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ja, hupke, loodje eraf knippen. Ga met die banaan. Hè? Afspoelen en eigenlijk zo in de zuurkool. Niks aan de hand. Maar zo'n avond is het niet, mensen. Nee, maar kijk, geld doet wat met ons. He, dat kan je gewoon niet anders dan toegeven. Geld, even je suikergeld omhoog houden. Doe normaal. Ik hoor echt wat verschil tussen een echte gemeende coronahoes of zo'n neppertje. Oké, kijk. Geld vernachelt ons hoofd. Ja? En daarmee de attractie waar we in zitten. We zitten in een attractie die kapot is op dit moment. En we moeten kijken hoe we naar een andere attractie kunnen. Daar zijn we. En geld vernachtet ons hoofd. Siewert van Liende is veranderd door geld. En toen dacht ik, kunnen we dat niet in positieve zin gebruiken?
In Iran, daar knippen vrouwen lokken van hun haar af omdat ze zelf willen bepalen of ze wel of niet een hoofddoek kunnen dragen. Dat willen ze zelf bepalen. Maar in Afghanistan is het nog veel erger. Dat hoor je nu niet meer, omdat het we zijn machteloos. Maar in Afghanistan, dan moeten vrouwen geheel bedekt rondlopen in een niqab. Weet je wel? Meisjes mogen daar niet meer naar school. Dan wordt er een hele generatie vrouwen wordt er gewoon afgeserveerd. Maar kunnen niks meer doen, want we hebben gewoon verloren. Ze hebben gewoon gewonnen. En we kunnen er ook niet met blauwe helmen naartoe. Het is gewoon klaar, het is afgelopen. En toen dacht ik, als we het niet met wapens kunnen doen, als de Verenigde Naties niet doen, zullen wij het dan doen? Met geld. Als we toch het hoofd van Siebert kapot kunnen maken, dan moet het bij de Taliban toch ook lukken. Dat zijn toch ook gewoon mensen. Dan moet je toch ook die hoofden kunnen omdraaien. En ik zat te denken aan dit. We beginnen een winkeltje in Kabul. Een winkeltje in boerkraas, maar dan doen we, dus gericht op vrouwen, want die hebben het meeste last van de Taliban, dus om die te helpen. En dan beginnen we een winkeltje in Kabul, en het is dan boerkraas 1 plus 1 gratis. Ja, dat is kapitalisme, hè? Dus die neem je mee. Dat ben die van je eigen portemonnee, die neem je mee. Je gaat je niet laten hangen, want hij is gratis. Hè? Die neem je mee, maar die tweede, die gratis, die is gewoon net een beetje anders. Er zit gewoon een geinig dingetje aan. Een paar gekke knoopjes hier, om een of andere reden, weet je. Een gek ritje, of een paar kwasten, dat je denkt, wat zijn die kwasten nou voor? Nou, gewoon een kwast. En die vrouw gaat dan met twee boerkas naar huis en dan moet ze, als ze een boerka aantrekt, kiezen tussen de een of de ander. En als je moet kiezen, moet je smaak ontwikkelen. En als je smaak ontwikkelt, dan betekent dat je persoonlijkheid, hè, je moet kijken, wie ben ik, wat vind ik van dingen. Hè, en op een gegeven moment wil ze ook nog een boerka voor het offerfeest, weer 1 plus 1 gratis. Hè, en ze wil misschien een boerka voor het suikerfeest, weer 1 plus 1 gratis. Als ze jarig is, ja, ik zou nog wel een boerka willen. Huppakee, nog een boerka. En op een gegeven moment heeft ze gewoon 20 boerka's, weet je wel. En dan gaan die Taliban strijders, die gaan het dan opvallen, dat de straatbeeld, dat het er leuker uitziet, dat er allemaal verschillende boerka's zijn. En sommigen herkennen ze, oh, dat is Fatima, maar dan met 6 jaar, 70-jarige boerka. Weet je. Dus er ontstaan allemaal veel meer persoonlijkheden. En die Taliban, die strijders, die denken, ja, dat willen we ook wel. En opeens is er een Talibanse strijder, hè, en die maakt 2 sneetjes in zijn broek boven zijn knie. Zo hier, zo, weet je. Heel klein dingetje. Maar iedereen zegt, wat doe jij nou? Nou, dat mag toch wel. Maar we moeten zelf bepalen, hè, wat ik doe. En die loopt er zo mee rond en ze hebben het er wel over. Heb jij hem gezien? Mee kijken, dinges. En op een gegeven moment denken anderen, ik wil ook wel een beetje opvallen. Hè, en die maken dan 7 dingen, maken ze hierin. En dan is een Taliban die doet zijn broek naar beneden, zodat je kan zien wat voor onderbroek die draagt, weet je wel. Heb jij hem gezien? Ja, weet je. Hè, en dan is een Taliban, je hebt helemaal geen sok aan. Jawel, ik heb wel sok aan, maar ze is heel klein, zie je niet. Zit er zo heel laag zo onder. Weet je, en dan zie je zo dat iedereen zich meer als individu aan het ontwikkelen is. En de koffiestalletjes langs de weg. De koffiestalletjes langs de weg waren vroeger allemaal dezelfde koffiestalletjes. En opeens is er 1 stalletje en die kan met een zeefje en een beetje cacao op de melk, kan hij een kameeltje maken. Ja. En dan denken ze, en het is dan een halve Afghani duurder. En dan denken ze, ja, toch wel voorover, toch eigenlijk wel leuk. En dat zien die andere stalletjes ook. Dus dan is er eentje en die doet dan een AK-47, je kan je bij hem erop krijgen. Van die leuke Taliban dingetjes. Of je kan kiezen tussen 1 of 2 afgehakte hoofdjes. Zeg het maar, wat zal het zijn? Weet je? Doe maar 3. Allemaal van die dingen. En op de markt ook. Hè, op de markt gaan de marktkooplui opeens ook meer individuen worden. En ze gaan een klantenbinding doen. Ze geven ze een sinaasappeltje weg. Hè, of een paar okraatjes. Hè, of je kan sparen bij sommige stalletjes. Hè, bijvoorbeeld voor een messenset. Hè, gewoon. Hè, of een moestuintje met echte papaverzaadjes. Kan je eigen heroïne verbouwen. Nou, gewoon allemaal dat soort leuke dingetjes. En dan zou je zien, omdat ze allemaal veel individualistischer worden. En daarmee ontdekken wie ze zelf zijn als mens. Dan hebben ze daar, of binnen 30 jaar, hebben ze daar een democratisch gekozen regering. Een democratisch gekozen regering, die vervolgens de Groningense tering laat krijgen, de hele toeslagenaffaire door de stront laat zakken, de jeugdzorg kapot maakt en na 4 jaar zegt, hebben we allemaal gedaan, maar we gaan gewoon door. En dan zijn ze precies waar wij nu ook zijn. Kom je toe? Dit was een kleine sneer naar Rutte, had je? Weet je, ik probeer het altijd een beetje subtiel te houden. Ja, ik hou niet zo van en een dikke, weet je, gewoon denk, even een subtiel verhaaltje. Dat is prima. Kijk, Rutte, je kan veel over hem zeggen, dat ga ik ook doen. Maar iets, weet je wel. En er zullen ook VVD's die vanavond aanwezig zijn in de zaal, prima. En ze vertrouwen hem nog steeds, weet je. Hij staat nog steeds hoog in de peilingen. Er is iets met die man dat ze nog steeds blijven vertrouwen. En ik las trouwens wel interessant een interviewtje met hem, pas. Ze vroeg aan hem of hij vroeger studentenbaantjes had gehad. He, want er is nu een groot probleem, denk ik hier ook in de horeca, met personeel. Dus ze vroegen aan hem, heb jij vroeger ook wel eens in de horeca gewerkt? Hij zegt, nou nee. En toen vertelde hij, Mark Rutte vertelde, toen hij 15 was, had hij een groeispeurt achter de rug. En toen was hij net zo groot als zijn vader. Toen kon hij de kleren van zijn vader aan. Hij zegt, wat ik dan wel eens deed op een zaterdag, dan trok ik een pak van mijn vader aan, stropdas en zo, weet je, zag ik er gewoon hartstikke goed uit. En mooie schoenen. En ging de straat op.
En je had vroeger veel meer zwervers dan nu. Dat is veel beter geregeld nu. En van die zwervers die hadden vroeger ook allemaal van die supermarktkarretjes, waar ze alle spulletjes in hadden. Hij zei, dan liep ik naar zo'n zwerver toe. Die zat onder een brug met zo'n karretje. En dan zei ik, sorry, ik ben van de supermarkt. En ik kom het karretje terughalen. En dan liet ik ze alle spulletjes eruit halen. En dan ging ik met het karretje naar de supermarkt. Want dan kon ik de gulden eruit halen die erin zat. En dat was dan mijn inkomsten. Nee, ik heb niet gelezen. Ik heb bedacht. Het is zo lekker om te bedenken dat soort dingen. Het is zo'n leuk vak. Nee, maar kijk, Rutte, hij kan natuurlijk wel iets, weet je wel. Hij kan natuurlijk wel iets wat anderen niet kunnen. Soms denk ik dat hij lult beter dan ik. Ik zei, als politicus, niet gewoon als mens, hè, maar als politicus. Nou, hij kan namelijk, kijk, ik denk dat ik betere grappen maak en hij lacht meer om zijn eigen grappen. Maar hij kan in een speech of in een toespraak of in een interview, dan doet hij allemaal zinnen achter elkaar, maar dan eindigt hij altijd met zo'n dingetje omhoog. Dat je hoort alles, hè, en op het einde denk je, oh ja. Hè? Dan belooft hij, wij moeten Olympisch kampioen CO2-reductie worden. Hè? De stikstofprobleem is probleem nummer 1 bij deze regering en we gaan het oplossen en we gaan de boeren helpen. Maar we moeten wel gewoon een gehaktballetje kunnen blijven eten. Oep. Voel je? Dat je denkt, En daar is hij gewoon heel goed in. Dat je op het einde denkt, joh, hij lost het wel voor ons op en komt allemaal wel goed, weet je. Alsof je naar de tandarts gaat en je 2 gaatjes laten vullen en dan bij het weggaan krijg je een lolly. Lekker. En dan begint het weer. Maar hij gaat niet oplossen. Rutte lost niks op met de boeren nu toch ook. Weet je wel, het wordt niet opgelost. En het komt omdat er een soort lafheid is. Ik denk dat er een soort lafheid is. Gewoon om door te pakken, om te zeggen, dit moet gewoon gebeuren. Nu ook weer met de boeren. Hè, toch weer niet verplicht. Weet je wat? Ze kunnen het gewoon niet. Weet je? En er is een soort, ik noem het een soort lafheid. Ik zal je uitleggen. Dit is het verhaal van de walvissen. Er zijn dingen die we kunnen doen voor het milieu, waar we geen last van hebben. Die je niks kost. Wat geen enkel probleem verder is. En die heel goed zijn voor de klimaatverandering. En die we toch niet doen. Uit gewoon lafheid. Ik zal je uitleggen, walvissen. Walvissen zijn wereldkampioen vasthouden CO2. Dit is uitgerekend door het Wereld Natuurfonds en door het IMF. He, walvissen houden potvissen, vinvissen, blauwe vinvissen. Dat zijn de grootste dieren op aarde leven. Die houden ontzettend veel CO2 houden ze vast. En het heeft ook nog eens te maken met een uitwerpselen. Daardoor zijn er veel meer kril, houdt ook heel veel CO2 vast. Dus bij elkaar, het hele cyclus eromheen. En als ze doodgaan, zinken ze af naar de zeebodem. En dan blijven ze er honderden jaren liggen. Ze houden heel veel CO2 vast. Maar we hebben nog maar 25% van de walvissen die we in 1950 hadden. En als we die walvissen gewoon 15 jaar met rust laten en ze weer laten groeien, hebben we over 15 jaar weer de populatie in 1950. En dan kan je met al die walvissen elk jaar de hoeveelheid CO2 vasthouden van een heel Amazone regenwoud. En daar heeft niemand last van. Weet je wel? Daar heeft gewoon niemand last van. We kunnen letterlijk kiezen, zullen we kerncentrales bijbouwen of zullen we de walvissen met rust laten? Weet je, ja, maar dat gaan we toch niet doen. Waarom niet? Ja, het is politiek lastig. Moeten we naar Noorwegen? Krijgen we gas van? He, dan moeten we tegen Noorwegen zeggen dat ze moeten stoppen met walvisjacht. En Japan, dat is ook niet handig hoor. He, dus uiteindelijk doen we helemaal geen reet. Weet je, wij wonen in Nederland in een land met de meeste mensen per vierkante meter ter wereld. En we wonen in een land met de meeste dieren per vierkante meter ter wereld. Dan kan je toch op de zijkant van een bierviltje uitrekenen. Dat niet kan. En dat er misschien eens een keertje wat gebeuren moet. En misschien moeten we iets halveren, ja. Wat zullen we doen? De mensen of de dieren? Wat zullen we halveren? En ik weet dat het gevoelig ligt, weet je wel. Ik heb in Brabant ook veel opgetreden. En Achterhoek ook, weet je. Vanwege de varkens, vanwege de boeren. Hè? Want die willen niet stoppen. Het is hun ziel. Het is hun bedrijf. Van vader op zoon overgegaan. Daar zit hun ziel in. Ze houden van die dieren. Weet je wel. Ze hebben megastallen met 5000 varkens. En ze houden van die dieren. Hè? En die worden 3 maanden opgefokt. En dan worden ze afgeslacht. Komen er 5000 nieuwe. En dan houden ze van die dieren. Dat is hun ziel. Hè? En dan worden ze 3 maanden opgefokt. En worden ze afgeslacht. En dan komen er 5000 nieuwe varkens. En ze houden van die dieren. Want dat is hun ziel. Maar kijk, de boeren. Het probleem is. Onder aanvoering van onze regering. Is gewoon 30 jaar lang gezegd. Grootschalige. Dat hebben ze gedaan. Door andere boeren uit te kopen, die dus ook geen werk meer hadden. Maar goed, dat is weer een ander verhaal. Hè, maar dat hebben ze gedaan. En nu zeggen we, oh, dat is toch een slecht plan geweest. Teringzooi, het moet weer terug. Ja, dat is lastig, ja. En dat moeten we op een of andere manier met elkaar allemaal gaan oplossen. En dat moeten we ook doen. Ik was bij een boer. Kijk, laten we zeggen, dat halveren van de veestapel, dat moet gebeuren. Ik was bij een boer in de Beemster. En ik was bij die boer, die had me uitgenodigd. En die had 80 melkkoeien. Dat vond hij zelf ook veel.
Snap je? Want 80 melkkoeien, hij zegt dat, maar ik moest schaal vergroten. Vanwege marges en vanwege de banken. En, zo. En die zeiden, doe maar groter. Maar hij vond het ook veel. En dan zeg ik, weet je, laten we eens beginnen met Tata Hofvieren. Dat zo'n boer van in plaats van 80 melkkoeien gewoon 40 melkkoeien hebt. Is voor hem ook prettig. Hè? Heeft hij wat meer vrije tijd? Kan hij misschien zelf een keer op zoek gaan naar een vrouw? Hè? En ik ben het zo zat. Elk jaar weer die boeren en die koeien. Yvonne, er zijn ook andere mensen die een probleem hebben om een relatie te vinden. Hè? Hè? Wat dacht je van snackbarhouders? Die hebben het ook niet makkelijk. Hè? Die ruikt wel van 10 kilometer aankomen. Dat vet dat gaat op je huid zitten. Dat wordt helemaal ranzig. Ja. Hè? Of rioolontstoppers. Dan ga je een keer uit eten. Het blijft altijd ergens een stukje poep hangen. Dat krijg je nooit helemaal goed schoon. Hè? Of patoloog-anatoom. Patoloog-anatoom. Een lijkensnijer. Dat is lekker wijvenversier in de kroeg. Hè? Zijn een cocktailtje drinken? Wat doe jij dan? Nou ja, ik snij eigenlijk elke dag een paar mensen snij ik, open die al dood zijn. Ik moet even iemand bellen. Doei! Weet je, Yvonne Jaspers zou eens een keer, een programma moeten maken met een Congolese vluchteling met één been. Hè, die de Nederlandse taal niet goed spreekt. En hij is patoloog-anatoom en hij is twijfelhomo. Hij weet het nog niet helemaal zeker. Hè, en daar gaat ze een andere twijfelhomo zoeken. Nou, daar ga ik naar kijken. Dat lijkt me nou heel interessant. Maar niet weer die boeren met die koeien de hele tijd. Goed, afgerond. Dat is niet het onderwerp. We waren hier. 40 koeien. Hij gaat van 80 naar 40 koeien. En dan snap je allemaal, hè, dan heeft hij veel minder inkomsten. Dus dat gaat niet uit. Dus mijn voorstel is, we verdubbelen de melkprijs. Nee, tuurlijk niet, geintje. Je schrok even, hè? Ik voelde even, wow. We gaan toch niet iets duurder maken in Nederland? Dat zou echt gekker moeten niet worden. Dat gaat tegen alles in waar we in Nederland voor staan. Iets duurder maken. Dat is puur een dolletje om jullie wakker te houden, zeg geintje. Gaan we niet doen, gaan we niet. Nee, we gaan die boeren helpen met aandelen. Ik ga je uitleggen. Je moet er even bij blijven, maar het gaat werken. Let op. Je kent allemaal het idee van de bitcoin. De bitcoin, ook een van die ideeën. En bitcoin is een virtuele munt. Je kan ook niks verkopen nog. Gewoon, je kan er niks verkopen. Maar er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die zitten in de bitcoin. Het idee is dat je dan een bitcoin koopt en wacht tot die meer waard wordt. Je laat zeg maar je geld voor je werken. Dat is het idee. Vroeger noemen we dat soort mensen luie honden. En die bitcoins die kosten ontzettend veel energie. Dat komt door de blockchain technologie, bla 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 bla. Maar in ieder geval, die bitcoins die gebruiken absurd veel energie. De handel in bitcoins kost de hoeveelheid energie van heel Nederland. Gewoon de hele tijd. Dat kost het aan energie. En het is gewoon maar een ideetje. We kunnen er morgen mee stoppen en besparen we zoveel energie. Maar dat gebeurt niet. Dus het ettert gewoon door en het kost ontzettend veel energie. Dus als je in de bitcoins zit, dan ben je gewoon een luie hond die de aarde aan het verkankeren is. Daar komt het eigenlijk op neer. En de bitcoins, die zijn er alleen voor criminelen. Want sinds de bitcoins hebben we ransomware. Hadden we ervoor niet, weet je nog? Hadden we niet. En opeens is het er wel. En die bitcoins, of die ransomware, die criminelen laten zich uitbetalen in bitcoins. Kunnen ze niks mee. Dus die verkopen ze voor euro's aan mensen die in de bitcoins zitten. En dan kunnen ze spullen kopen. Dus als je in de bitcoins zit, dan ben je gewoon een luie hond die de aarde verkankert. En helpt met witwassen van geld voor criminelen. Als je dan ook nog CDA stemt, dan ben je wat mij betreft helemaal een lul. Maar goed. Laat ik niet alles erbij betrekken. Maar mijn punt is dit. Mijn punt is dit. Om bij te blijven. Boeren, geld, hoeken. Kijk, gewone aandelen kosten ook heel veel energie. Snap je? Die bitcoins, de blockchain technologie kost heel veel. Die servers die maar aan het kachelen zijn. Gewone aandelen veel meer. En dat is al zoveel jaren. Elke terta seconde er worden allemaal aandelen over de hele wereld. Nee, ik betaal zoveel. Ik heb het al eens eerder geopperd dit idee. We kunnen gewoon 1 dag per maand in aandelen handelen. Gewoon 1 dag per maand en voor de rest niks. Dat scheelt zo ontzettend veel energie. Heb jij er last van? Als er maar 1 dag per jaar, 1 dag per maand in aandelen wordt gehandeld, natuurlijk heb je er geen last van. Daar heeft niemand last van. Weet je dat er op de Zuidas in Amsterdam, daar werken 6.000 mensen in de aandelen shit in de handel. Gewoon, het zijn 6.000 bullshitbanen. Dat is wat het is. Kijk, het verhaal van de beursaap. De beursaap. Een artist is een aap. En die geven ze elke week geven ze die bananen met op de namen van fondsen uit de AIX. En dan kijken ze welke bananen die opeet meteen. Die kopen ze. De bananen die er laat liggen, die verkopen ze. En zo doen ze al 18 jaar. En ze hebben al 18 jaar, hier komt ie, ze hebben al 18 jaar met die aap een hoger rendement dan die 6.000 primaten op de Zuidas die uit elkaar ruif zitten te vreten. Het is gokken. Aandeel is gokken. Als een aap het kan, is het gokken. Oké, zijn we het erover eens? En daar hoort een kansspelbelasting bij. Heel simpel, ja? Dus als je in aandelen handelt en je maakt winst, dan heeft jouw lot winst gemaakt. Dan moet je kansspelbelasting betalen, 30%. En dat geld, dat gaat allemaal naar de boeren. Zo lossen we het op. Bam. Ja, toch? Dacht ik. Maar
Ja, het duurt aan te lang. Ik ga nog eventjes nog wat verder. Ik neem aan dat de huizenprijzen, die zijn hier ook gestegen? Toch wel? Ja? Ja. Nou ja, we weten allemaal de problemen. Ik kan wel flauwe grapjes erover gaan maken, maar daar heb ik helemaal geen zin in. Daarvoor neem ik het allemaal veel te serieus. Maar gelukkig zijn er aan de... je zal maar in een plaats wonen waar... Nee, jongens, dat is steeds goedkoper. Hè? Ja, Den Helder. Maar... Nee, grapjes. Den Helder is niet, meen ik niet. Ja, we zijn opname aan het doen, dus ik moet een beetje oppassen met wat ik zeg. Terwijl, normaal pas ik nooit op wat ik zeg. Maar goed. Nee, weet je, ik ga gewoon door. Wat vind je daarvan? Maar ik weet niet waar ik gebleven was. Nou, iets met... Ja, dat weet ik wel, maar ik wil daar niet zijn. dat is mijn probleem. Nee, het is een heel leuk theater. Campagne is hartstikke leuk theater. Dat ga je niet doen. Ik heb... Ja, dankjewel. He. Twee mensen die nog wakker zijn. Dankjewel. Oh, het is zo vermoeiend om mij te zijn. Huizenprijzen. Oké, de huizenprijzen gaan hier omhoog. Ik stel voor dat we vanaf nu... Huizenprijzen zijn boekenprijzen. Net als boeken, vaste prijzen. Hoe werkt dat? Jij gaat je huis verkopen. Hè, en dan komen er drie beëdigde taxateurs. Hè, en die bepalen dan de waarde van je huis. De eerlijke, oprechte waarde. In de markt gewoon helemaal niet... gewoon een eerlijke, goede, faire prijs. En daarvoor moet je het verkopen. Vaste prijs. Ja, en dan kan je niet gaan kijken of er nog een vader is die wanhopig is voor zijn dochter. Of een of andere huisjesmelker die nog een patiënt heeft. Of een crimineel die nog wat geld heeft witte wassen. Nee, je moet het voor dat bedrag verkopen. Dan ga je dus niet op zoek naar allemaal mensen die nog meer bieden. Nee, dan ga je op zoek naar de leuke mensen. Voor je buren die je gaat verlaten. En voor de straat is dat leuk. Dus dan komen er in de straat steeds leukere mensen. En dan worden de straten leuker. De dorpen worden leuker. De steden worden leuker. En Nederland wordt leuker. Want de mensen die overblijven, dat zijn de mensen die geen huis hebben. Dat zijn niet zulke hele leuke mensen. Dus lekker optieven. Hè? Lekker wegwezen. Goed. Even recap. Over het hele... Kijk, we zitten nu in een attractie die volgens mij kapot is. En van de politici hoeven het niet te verwachten, kan ik je vertellen. Die gaan het niet doen. Dat komt, en het klinkt misschien erg, maar kijk, wij zitten in een democratie. Hè? Misschien wel een van de beste bestuursvormen, die regeringsvormen die we hebben. Alleen, het probleem met de democratie is dit. Iedereen die in de Tweede Kamer zit, zit daar voor ons. Dus die doen wat wij willen. Dat is het idee van democratie. De wil van het volk, dat zijn wij. Zo zijn ze opgeleid. Dat zit in hun nerven. Ze gaan wel doen wat de mensen willen. En ze weten heus wel wat wij willen. Want wat we willen, hè, eigenlijk, is 130 rijden. En je wil niet in de file staan. Lekker verse groenten. En wordt dan lekker ingevlogen. Maakt je geen zak uit. Hè. En één keer per jaar naar de Canarische eilanden. Heb je toch verdiend? Ja, toch? En even lekker... Formule 1 moet toch ook kunnen? Hè. En even eventjes naar Napels voor een wedstrijdje van Ajax met 6000 man. Dat moet toch ook even kunnen? Hè. En dan moet toch een gehaktballetje kunnen blijven eten? Je moet toch lekker op een terrasje kunnen zitten onder zo'n warmte stralen? En dat moet toch allemaal wel kunnen? Dat moet toch maar even... Wat zeur je nou, man? Hè. Dat weten ze dat wij dat willen. Hè. Alleen het kan niet meer. Al die dingen kunnen gewoon niet meer, omdat de attractie kapot is. Het werkt gewoon allemaal niet meer. Dus de democraten, de democratie, die mensen gaan het niet oplossen. Want die gaan geen maatregelen nemen die pijn doen. En dat zie je zelfs aan Christian van der Wal nu al. Dat gaat ze niet doen en waarom niet? Dan worden ze niet meer gekozen. Dus ik denk dat we tijdelijk even naar een andere regeringsvorm toe moeten. En ik zat te denken aan de goede dictator. Gewoon eventjes, om uit te proberen. Kom even met me mee. Laten we eens even kijken of dat werkt, weet je. Goede dictator, het is het idee dat er is een man, vrouw, een persoon. Dus gewoon een persoon in een wit pak, prachtig wit pak, open letter, helemaal wit, alles is wit, prachtig. Weet je? En die houdt gewoon één keer per week een persco. Hè, op dinsdag 7 uur zijn we zo gewend met z'n allen. En dan komen de maatregelen en die gaan we gewoon doen. Gewoon solidair, want als iedereen dat moet doen, als iedereen een gekke hoedje op moet, dan doe je allemaal een gek hoedje op, weet je wel. Dat is het idee. Als we het allemaal moeten, dan gaan we het wel doen. Dat is het idee van de goede dictator. He, dus die komt dan voor de perskoper en er is niks uitgelekt. Dus we zitten allemaal te kijken naar het eten. Het oud worden deze week, weet je wel. En dan komt in zijn witte pak, die gaat dan in beeld staan voor Irma Sluis. Die was ik ook spuugzat, zeg. Jongens, wat was dat nou? Wie heeft er bedacht dat tijdens de corona opeens er een doventolk moest komen? Ja, voor het eerst. We hebben nog nooit een doventolk gehad. Er konden tsunamis zijn. Er konden kerncentrales konden ontploffen. Koningshuizen uitgemoord. Oorlogen bosbranden. Brandende koalabeertjes. Dat hoeven de doven niet te weten. Hè, maar hoe laat ze een mondkapje op moeten zetten, dat is opeens... Ik heb doven zien kijken op tv naar Irma Sluis en die begon op de raarste momenten te grinniken. Hè? Ik zeg, wat is er dan? En toen zeiden ze is helemaal niet aan het vertalen. Ze is commentaar aan het leveren. Ze praat nu over de schoenen van Hugo de Jonge, man. Dat is wat ze aan het doen is. Maar mondje dicht, hè? Mondje dicht. Je hebt niet van mij.
is wel waar. Oké, er komt een goede dictator. Een goede dictator en die zegt, de maatregelen van deze week. Verleden week, weet je misschien, hebben we de Harley Davidson's verboden. En, want ik heb gewoon een hekel aan het geluid. Maar goed, dat is een privé dingetje. Maar deze... Nee, het is echt een dictator. Hij is goed. Een goede dictator, lief persoon. Hij zegt, deze week gaan we iets doen wat voor iedereen vervelend is. Maar we gaan het solidair allemaal doen. Het kan gewoon even niet anders. Maar het enige maatregel die echt helpt om iets aan de klimaatverandering te doen. Vanaf vandaag mag er in Nederland alleen op vrijdag vlees gegeten worden. Ik weet het, het doet pijn, maar we gaan het gewoon allemaal doen. En niet zeiken op donderdag. Ja, maar ik mag er wel een pakje salami op een pizza. Dat mag toch wel? Dat is ook vlees, lul. Gewoon, nee. Er mag gewoon alleen op vrijdag vlees gegeten worden. En als jij ziet dat iemand op een andere dag vlees eet, dan dien je hem aan te geven. Diegene krijgt 500 euro boete en de helft ervan gaat naar jou. En iedereen denkt, oh, ik ga geld verdienen. Maar ga het niet doen, hè. Nee, natuurlijk gaan we het niet doen. Zo'n dictator, weet je. We zijn mans genoeg om zelf de aarde te verkankeren. Daar hebben we echt geen dictator voor nodig. Dus ik ga nog een stapje verder met jullie. Om uit deze attractie te komen naar een betere, mooie attractie. Ik heb het volgende idee. Wij waren het eerste land ter wereld die het homohuwelijk heeft gelegaliseerd. We waren het eerste land ter wereld die de wietteelt heeft gelegaliseerd. Zullen wij gewoon moedig het eerste land worden wat zich de komende 4 jaar laat regeren door artificial intelligence. Bear with me. Ik zal even uitleggen hoe ik dat voor me zie. Weet je wel? Kijk, nu worden we geregeerd door 4 partijen. Zeg maar, grofweg de helft van de Nederlandse bevolking. En artificial intelligence, een algoritme, kijkt natuurlijk naar alle partijen. Ja, die kijkt naar de stemwijzer. Bij de stemwijzer, daar staan alle partijen staan erin. En daaronder hangt hun partijprogramma. Daarin zeggen ze eerlijk van, nou, dit zouden we met Nederland willen doen. Alle partijen in Nederland willen de vermogensbelasting verhogen. En zodra ze aan de macht zijn, doen ze het allemaal niet. Raar. Nou, daar heeft het artificial intelligence geen last van, want die heeft dat dingetje niet in zijn hoofd. Dus die gaat het dan gewoon doen. En wat je dan doet, is alle partijen tellen mee. Hij kijkt gewoon wat iedere partij wil. De wegingsfactor is het aantal stemmen wat je hebt. En dan gaat hij gewoon een maatregel bedenken. Maar iedereen telt mee. Ook de PVV, de SGP, iedereen, de Boerenburgerpartij. Iedereen die een stem heeft, telt gewoon mee. En dan komen er maatregelen uit en die gaan we gewoon eens een keertje doen. En als je het niet mee eens bent, dan ga je lekker op je vrije zondag met een trekker naar het Malieveld om te protesteren tegen een computer. Veel plezier. Weet je, en dan moeten we... Kijk, ik voel wel de enige weerstand, want dan moeten we gaan werken met algoritme. Hè? Dat is bij de toeslagaffaire niet super goed gegaan. Hè, maar ik heb toch wat meegemaakt met die algoritmes. In de coronatijd, zat je vertellen, ik schrok er wel van hoe goed die waren op een gegeven moment. Kijk, ik was tegen Spotify. Daar was ik tegen, omdat toen ze dat programma hebben gemaakt, dat appje, hebben de makers een paar miljard euro in hun eigen zak gestoken. Een paar miljard. Terwijl dat had gewoon naar de artiesten moeten gaan. Maar toch ben ik op een gegeven moment een beetje gaan luisteren. He, je moet meegaan. En ik kan niet anders zeggen, het is fantastisch. Ik draaide alleen nog maar mijn oude cd's. En nu, ik heb, nou, tweede jeugd. Ik heb zoveel nieuwe muziek ontdekt. Ik vind het gewoon geweldig. Weet je, en dan kijk ik naar YouTube. En dan keek ik veel in de coronatijd. En dan zie je een filmpje en dan krijg je allemaal tips waar je anders nooit op zou gekomen zijn. Maar dat corona denk, nou moet je hier eens even naar kijken. En dan zit ik te kijken naar een filmpje van Mick Jagger. En dan verschijnt er opeens, zo scherp was uw mes nog nooit. Weet je, en ik mag graag koken. Dus ik denk, nou toch even kijken. Dus en inderdaad, goede manier om je mes te scherpen. En terwijl ik dat zit te kijken, verschijnt er zo kun je 50 teentjes knoflook in één keer pellen. Weet je, zonder de vieze vingers. Ik denk, nou, dat wil ik ook wel even weten. Ik kan nu met één hand een t-shirt opvouwen. Ja. Weet je, voor porno. Porno kijkt toch niemand, dus kan ik rustig vertellen. Hè? Pornhub, als je bij porno een filmpje aanklikt, hè, en dan komen er meteen 10 tips van het algoritme. Nou, als je dat leuk vindt, vind je dit misschien ook wel leuk. Hè? En als je daar dan weer op klikt, kom je nog dieper in het algoritme. Oh, dus dat vind je leuk. Nou, dan vind je dit waarschijnlijk ook wel leuk. En dan kom je achter dingen waarvan je niet wist dat je ze leuk vond. Ik ben van het achtergekomen, dat wist ik niet. Wat ik leuk vind. Wist ik niet, hè? Dat is een man en een vrouw op een meer, in een bootje. En dan hebben ze op een gegeven moment seks. En dan komt die man klaar in de knieholte van de vrouw, terwijl er een hond blaft. Hoe? Zie je het toch niet? Zie je niet? Er zijn 4 filmpjes van. Ik durf ze alleen niet achter elkaar te kijken, want ik ben 63. Dus ik denk, dat wordt een beetje linkersoep. Weet je, maar toen kreeg ik, ik moet even, man, schat me snel naar beneden. Ik moest... Oh, dat was al beter. En toen kreeg ik van het algoritme een cadeau. Ik kreeg een filmpje te zien
Wat ik zelf nooit bedacht had, en het ging over artificial intelligence, wat ik nooit bedacht had om ook maar naar te kijken. En ik heb het uit nieuwsgierigheid gekeken en het is fantastisch. En ik vraag aan elke zaal of iemand het gezien heeft. Er is pas één keer iemand in Nederland geweest die zei dat hij het gezien had. En ik noem de titel van het filmpje, je hoeft alleen maar ja te zeggen als je het gezien hebt. Dan, ik spreek je verder niet aan of zo. Maar het filmpje heet Move 37, de 37ste zet. Iemand? Nee, nou, oké, luister, jij gaat het kijken vanavond. Het is een fantastisch verhaal. Ze hebben in 2014-15 hebben ze geprobeerd een computer te maken die kon winnen met schaken. Weet je, IBM, Deep Blue, en het is gelukt. Ze hebben een computer gemaakt en die wint met schaken van iedereen. En dat hebben ze gedaan door alle potjes schaak die er ooit gespeeld zijn, die hebben ze in die computer ingetikt. En die computer is zo snel dat die altijd wel een weg weet naar een uiteindelijk winnende stelling, weet je. Dus die wint gewoon altijd. En toen dachten ze in 2016, dit willen we ook voor het meest complexe bordspel wat er is, en dat is Go. Go is een Oosters bordspel. Dat bestaat uit 19 bij 19 vakjes. Het is vrij simpel uit te leggen. 19 bij 19 vakjes. En dat betekent als je al die lijntjes trekt dat je 361 kruispunten hebt. Nou, de ene partij witte steentjes, de andere zwarte. Je mag om de beurt een steentje neerzetten. En de bedoeling is het elkaar in te sluiten of half in te sluiten. Maar hij kan jou weer insluiten. Nou, op een gegeven moment heb je half insluiting en zo. Het wordt allemaal heel complex. Maar dat is het spel. En toen dachten ze, we gaan een computer maken die kan winnen met Go. Alleen het probleem met Go is, er zijn oneindig veel spelmogelijkheden. Dat is eigenlijk onbeperkt. Ze zeggen wel eens dat er net zoveel spelmogelijkheden in Go zijn als dat er atomen in het heelal zijn. Dat was echt dat ik dacht, hoe het is veel. En, hoe bereken je dat? Want we weten nog niet eens of er donkere materie is. Straks blijkt er ook donkere materie te zijn. Dan moet je alles nog eens een keer maal 2 doen. Dus nou goed, afijn. Onbeperkt. Dus wat je ook intikt, zou ik maar zeggen, is altijd maar een fractie van het werkelijke mogelijkheden. Dus dat was niet een optie. En wat ze toen hebben gedaan, is natuurlijk machine learning. Ze lieten de machines zelf leren. Ze hebben in 2016 twee supercomputers tegen elkaar laten spelen. Die gaven ze de 6 basisspelregels, meer zijn het er niet. En die hebben ze een heel klein beetje anders gemaakt. De ene, die mocht zeg maar 3 zetten vooruit denken in zoveel tijd. En de andere 2 zetten vooruit, maar in zoveel tijd. Waardoor ze een heel klein beetje anders waren. Die hebben ze tegen elkaar laten spelen. Die hebben ze vervolgens 3 weken dag en nacht laten kachelen tegen elkaar. En toen hadden ze 200 miljoen potjes gespeeld. En toen hebben ze één van die twee computers laten spelen tegen de absolute wereldkampioen. Dat is Lee Sidol. En dat is een Zuid-Koreaan. Dat is een absolute wereldkampioen. Die doet volgens mij niet eens meer aan toernooien mee. Want hij wint gewoon altijd alles. Hij is gewoon buiten categorie. En die wilden dat wel aangaan tegen die computer. En toen deden ze best of 5. Omdat het best wel lange potjes zijn. En wie het eerst 3 potjes had gewonnen. Daar gaan we. Eerste potje. Lee Sidol tegen de computer. Hij speelt en hij verliest. Redelijk normaal nog, maar hij verliest. En hij dacht, ik moet nu gaan winnen de volgende. Want ik moet laten zien dat wij mensen creatiever zijn. Dat wij iets kunnen wat machines nooit kunnen leren. Dat wij, weet je, hij was helemaal gebrand om de tweede partij te winnen. En het is de 37ste set. De computer is een set. Dus er staan maar een paar stukjes. Weet je, 361 vakjes. Dat is nog bijna leeg, het hele bord. En die computer zet de 37ste set. Dat is een wit stukje. Ergens in de leegte. Hij zet het neer. En er gaat door iedereen die aan het kijken is, er gaat gewoon een golf. Sommige mensen roepen, beautiful, beautiful. En anderen, huh? En dit zie je op het filmpje, de wereldkampioen. Lee Sidol, de absolute wereldkampioen. Die ziet het, die verstijft, die slaat zijn handen voor zijn gezicht en die rent weg. En hij blijft een half uur weg, om zich te hervinden. En hij speelt vervolgens door en hij wordt weggevaagd. Hij wordt weggevaagd, heeft nooit meer iemand van die computer kunnen winnen. De beste Go-spelers, de top 100 van de wereld, spelen elk jaar een maand tegen die computer om uit te zoeken hoe die het flikt. En ze snappen het niet, want hij speelt op een manier zoals mensen niet spelen. Hij doet elke keer iets dat je denkt, maar wat dan? Dat is gewoon helemaal geen logica. Ze snappen niet wat hij aan het doen is. Hij heeft een niet-menselijke logica, redeneermanier. En ze denken dat ze misschien op die manier nieuwe medicijnen kunnen ontwikkelen. Omdat het op een andere manier is. Of de klimaatproblemen kunnen oplossen. En het is natuurlijk aan de ene kant van grote schoonheid. Van grote schoonheid dat we een computer, dat we iets hebben gebouwd wat onmenselijk is. Wat gewoon misschien een alien is. En aan de andere kant is het ook eng. Dat we in een computer iets hebben. We weten niet of hij een plannetje krijgt. Of dat die, hoe intelligent hij is. Dus ik zeg 's avonds, wel even de stekker eruit. Ik vind het altijd jammer om dit af te sluiten met een grap, maar het is nou eenmaal cabaret. Het is zo... Nee, maar het is echt jammer. Het is echt zo'n mooi verhaal. En je moet maar gaan kijken. Weet je, maar kijk, het geeft ook de engheid aan. Kijk, het voordeel van een computer is natuurlijk, die heeft dat gelddingetje niet. Moet zo goedkoop mogelijk? Nee, die kijkt gewoon naar de consequenties. Maar wij zitten alleen maar, het is goedkoper en dan is het allemaal klaar hier. Dus misschien komen we verder met een computer, maar aan de andere kant is het natuurlijk doodeng. Dat als een computer slimmer is of verder denkt dan wij, dat we dingen moeten doen die we echt niet snappen. He, dus dat is van, we moeten wel uit deze attractie, maar dan niet met een computer. Dus dan moeten we het zelf gaan doen. Oké, dan gaan we het zelf doen.
En als we het zelf gaan doen, moeten we dus iets bedenken waardoor we anders gaan denken. Waardoor we anders met dat geld omgaan. Een beetje uit dat gelddenken komen. En er was één iemand en die is heel ver gekomen. En dat was in 2017 en was hij vlak in de buurt. Dat was een bijzondere gebeurtenis. Dat was namelijk de burgemeester van Smallingenland. Van Smallingenland bij Drachten. En dat was een VVD'er. Tjeerd van Bekkum heet hij. Ja, dat is goed, ja. Tjeerd van Bekkum heet hij. En Tjeerd van Bekkum die had besloten in 2017 dat hij samen met zijn vrouw ayahuasca ging gebruiken. Een VVD-burgemeester. En dat hebben ze gedaan. De ayahuasca, dat is net als LSD. En dan ga je van hallucineren. En wat het voornamelijk doet, is je ego naar beneden halen. Waardoor je verbanden gaat zien tussen dingen die je anders zeg maar, helemaal niet ziet. Je voelt heel anders. En hij heeft dat gedaan. En ayahuasca is een soort thee. Uit het Amazone regenwoud. Bestaat al honderden jaren. En dat onder begeleiding in een boerderij kan je dat doen. Weet je wel, nou prima. Hij heeft dat gedaan in 2017 en hij komt terug in zijn dorp en hij is echt veranderd. Hij heeft gewoon gezien dat dingen met elkaar verband houden. Zijn vrouw ook. Ze kleden zich anders, losser, anders. En binnen een jaar is hij de populairste VVD-burgemeester van Nederland. En in 2018 moest de VVD een nieuw partijprogramma schrijven voor de verkiezingen. En toen dachten ze, hij is zo populair, we moeten hem erbij hebben. Dus hebben ze hem gevraagd om mee te schrijven in het partijprogramma van de VVD. Dat heeft hij gedaan. En hij schrijft dingen op als solidariteit en elkaar steunen en preventie. He, dat je mensen moet leren dat als ze zich gezonder eten, dat ze dan minder ziek worden, dat soort dingen. En toen heeft de VVD besloten, dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee, daar kunnen we duidelijk over zijn. De VVD is van zelfredzaamheid. Je moet zelf kijken hoe je leeft. Wij gaan echt niet tegen mensen zeggen dat het slim is om misschien af en toe een keertje te sporten of zo. Hè? Preventie, dat gaan we zeker niet doen. Dus ze hebben alles wat hij had geschreven eruit gehaald. Hij is uit de VVD gestapt, hij is weggegaan. En natuurlijk is ayahuasca verboden. Ayahuasca en LSD is een verboden stof in Nederland. Je mag dat niet gebruiken. Ze weten niet waarom, hè? Er is nooit onderzoek naar gedaan. Je kan er niet verslaafd aan raken. Hè? Je kan geen overdosis ervan nemen. Als je het onder begeleiding doet, dan kan het zo goed als geen kwaad. Weet je, dat is gewoon een heel interessant middel, is het, zeg maar. Maar ze hebben het gewoon verboden. Ze hebben gewoon gezegd, want de enige bekende bijwerking van ayahuasca, dat is dat het VVD'ers geneest. We gaan niet doen. En ik snap ook wel dat mensen misschien zeggen, weet je, om nou met drugs naar een betere wereld te gaan. Hè, dat is in de jaren 60 al geprobeerd in Californië en dat werkte ook niet echt super. Hè, dus ik snap best dat er reserve is tegen drugs. Dus dan moeten we het helemaal zelf gaan doen. Zelf kijken of onze geest los kunnen maken van dat stomme gelddenken. En dat kan misschien met mindfulness. Dat is natuurlijk bezoedelde term inmiddels, mindfulness. Onder andere door de happiness die er alleen maar geld aan probeert te verdienen. Dat soort dingen. Het is niet meer een hele fijne. Kijk, wat we ook kunnen doen, dat is natuurlijk mediteren. He, door mediteren kan je ook je geestesgesteldheid een beetje veranderen. En mensen zijn er een beetje bang voor. Ik doe het, ik mediteer. En mensen zijn er een beetje bang voor. Die vinden het allemaal, ja, het heeft te maken met psychologie en religie. Weet je, en allemaal spiritueel en zo. Jongens, gelul. Echt, hoe heet het ook weer? Zie je, dit is nou als ik een suikertekort heb. Dan komen de woorden niet meer. Ik ga even wat drinken en dan begin ik gewoon weer opnieuw. Dat was een grap over Rutte. Hadden jullie door dat het een stukje over... Oh nee, dat heb ik al gehad. Mediteren, ik mediteer. Nee, maar ik mediteer. Kijk, mediteren, dat is gewoon een trucje. Uiteindelijk is het gewoon een trucje. Hetzelfde als dat jij, gewichten heft. Dan krijg je een sterkere arm. En door mediteren... Nee, zeg maar. Ik heb een cursus gedaan, die heet meditatie. 1, 2, 3. En als je die... zeg maar. En dan leer je gewoon de trucjes om je hoofd tot rust te krijgen. Ik vind het heerlijk. Ik doe het voor de voorstelling altijd. Ga ik eventjes rustig even een beetje mediteren. En dan, dan word ik rustig van. Dat zie je toch wel. en toen ik zei dit vertellen, toen was het coronatijd. En toen dacht ik, ik was met het programma bezig om het te bedenken natuurlijk. En toen dacht ik, ik ga het mediteren eens even wat verder bekijken. Ik heb tijd zat. Ik had niet zoveel te doen. Ik heb heel veel voor mijn demente moeder kunnen zorgen, gelukkig. Ik ben blij dat ik daar tijd aan heb kunnen besteden. Maar voor de rest heb ik gewoon heel veel vrije tijd. En toen denk ik, ik ga het mediteren eens verder uitproberen. Dus een goede vriend van mij, Gerrit, daar heb ik ook dat prachtige boek van gehad. En daar vroeg ik aan van, weet jij hoe ik dat moet aanpakken? En toen zegt hij, nou begin dan gewoon op internet. Weet je, op YouTube, er staan filmpjes. Onder andere van Deepak Chopra. Zeg je dat wat? Ja, oké. Nou, er zijn heel veel mensen die... Dus je hoort, het is een bestaande persoon. Het is een Indische man. Ja, dat je niet denkt dat ik dingen hier bedenk. Nee, CDA bestaat ook echt. Deepak Chopra. Deepak Chopra is een Indische man. En, weet je, een guru, wijsgeer. Maar hij doet aan guided meditations.
Guided meditation is dat geleide meditatie. En hij heeft een prachtige, diepe stem. Weet je. Hij kan je echt meenemen. Ik zal je laten horen hoe het zit. Kijk, dus ik denk, ik ga dat doen. He, dus ik ging op een middag ging ik ervoor zitten. Op mijn woonark. Ik zet lekker mijn laptopje neer. Op de vensterbank. Ik kijk uit over mijn meer. En ik doe op YouTube, gratis mensen. He, op YouTube, les 1. 20 minuten guided meditations met Deepak Chopra. En ik klik dat aan. En dan krijg je niet Deepak Chopra te zien, maar je krijgt een tropisch strand te zien. Je krijgt beelden van een tropisch strand, zijn bewegende beelden. En je ziet de palmen een beetje zo heen en weer gaan. En het water, wat azuurblauw is, dat gaat zo zachtjes heen en weer. Prachtig, zandstrand. En verderop zie je nog een eilandje met ook wat bomen en er gaan wat vogels omheen. Je hoort af en toe zo van een meeuw of zo. Dus je hoort heel zachte, ruisachtige geluiden. En na een halve minuut hoor je de stem van Deepak Chopra. En zegt hij, welcome to the guided meditations with Deepak Chopra. Take off your shoes and make sure you're in contact with the ground. You must always be in contact with the ground. Feel how the air is moving into your nose and out of your nose. And feel how your chest is going up and down while you're breathing. En hij ging zo maar door vertellen, langzaam, over dat je aan het ademhalen was en hoe dat dan zat, weet je wel. En dat is dan, hey, guided meditations, en dat ging zo door. En op een gegeven moment, weet je, ik kijk naar het strand de hele tijd op, en ik werd daar niet rustig van. Ik zat zo'n zandstrand en ik werd er niet rustig van, want ik zat meteen te denken, ja, maar als je daar naartoe gaat, moet je vliegen. Daar heb ik sowieso geen zin in. En ik ben er al eens eerder geweest, het is toch een soort warmte wat wij niet kennen. Een beetje een plakkerige warmte, daar moet je echt wel even aan winnen. En als je er dan komt, dan kom je op het strand, is altijd meteen, de alcohol is daar belachelijk goedkoop. Weet je, je kan er niks aan doen, maar je zit de eerste middag al om 2 uur aan de pina colada. Ja, het kost helemaal niks hier, weet je. En aan de Cuba Libra's, en dan doe maar een margarita. Hebben ze ook margarita? Dan doe ik maar margarita, weet je wel. Dus je hebt meteen een ontzettende kater ervoor. Volgende morgen, nou, de enige manier om daar af te komen is net wat eerder te beginnen met je volgende dranksessie. En dan lig je daar op het strand een beetje uit te suizen. En dan komen er altijd mensen langs die willen je van alles verkopen. En je hebt al 6 armbandjes, maar doe dan ook nog maar een armbandje. Ja, dat maakt het ook uit, weet je wel. En die palmbomen, ze hebben ook alleen maar palmbomen. We hebben 100 soorten bomen, ze hebben gewoon alleen maar palmen. De hele tijd palmen. Waar je ook kijkt, je hebt geen enkele oriëntatie meer. Waar ben ik? Oh, palmbomen, weet je wel. En er komen kokosnoten uit en ze geven helemaal geen schaduw. Weet je, het is gewoon, en alles wat je eet, wat niet gefrituurd is, daar word je ziek van, of de kans is er gewoon 1 op 3 dat je moet kotsen of dat je moet schijten, weet je wel. En het water ook, de zee, dat is de hele tijd zo. Nooit is een lekkere golf, dat je denkt, een golf, heb ik zin in. Nee, weet je wel. Ik weet daar niet rustig van. Ik vond het gewoon irritant. Snap je? Weet je waar ik rustig van word? Van een glas bier dat ik op een terras zit en dan komt opeens een hand in beeld en dan komt een groot glas wit bier. Wit uitgeslagen glas omdat het in de vriezer heeft gelegen en dat bier dat gulpt er zo gul overheen. Daar word ik rustig van. Waarom is er geen guided meditations met Deepak Chopra met een glas bier? Maar goed, het was pas na 4 minuten. Dus ik ging gewoon door. Hij ging ook door. Deepak. Die ging ook door. Feel the room. Ja, feel the room. Feel the atmosphere. Feel the energy in the room. Everything is nature. Daar ging hij aan heen. Everything is nature. You are nature because everything is nature. And nature is love. Nature is love. You are love. Everything is love. En terwijl hij dat zo zei over liefde, kijk ik uit over mijn meer en ik zag 2 zwaantjes zwemmen. Die hadden 4 jonkies dit jaar. En eergisteren nog kwam er een derde volwassen zwaan. Die wilde ook op het meertje, maar dat mocht niet, want het was hun meertje. En die hebben ze toen voor mijn ogen geprobeerd dood te maken. Gewoon 3 kwartier lang hebben ze hem onder mijn vlot geduwd om hem te versuipen. Helemaal bloedend gepikt. Die 4 jonkies eromheen doen voor papa en mama. Nou, die zijn een andere zwaan aan het doodmaken. Ja, it's all love. Weet je, ik zag een fut. Die ging naar beneden en die kwam omhoog met zo'n klein aaltje. Zo'n klein lief glas aaltje. Die aaltjes, hè, die komen 8000 kilometer hier vandaan uit de Saragossazee. Die zijn 3 jaar onderweg. Die moeten allemaal sluizen door voor levensgevaarlijk. En dan komen ze eindelijk in mijn meertje. Komen ze eindelijk tot rust. En dan komt er een fuut dood opgegeten. Hè, we hebben nijlganzen. We hebben nijlganzen. En het zijn gewoon teringbeesten. En het zijn helemaal geen ganzen. Het zijn gewoon eenden. En die doen de hele dag. Je wordt er gek van. Wij kunnen zomers niet meer slapen met de ramen open. Want zodra de zon opgaat, hoor je zo weer. Je bent een gans, gek, je bent geen haan.
Weet je, en ze scheidt je hele gazon onder. En dan een witte trap, dus ze komt altijd met die scheid omhoog. En dan zegt ze, mijn vriendin, die zegt dan, de poepmonsters zijn er, de poepmonsters zijn er. En dan moet ik naar buiten om ze weg te jagen. Dat is wat er aan de hand is. Want bij ons thuis zit mijn vriendin de hele dag te haken. Hè? En die zit als een stokstaartje om zich heen te kijken wat er op ons landgoed allemaal maar gebeurt. En ik moet dan als een zilveren rug, moet ik die beesten allemaal maar wegjagen. It's all love. Dat is helemaal geen liefde. Weet je waarom een eikenboom 1 miljoen eikels heeft? Omdat ze allemaal kapot gaan. In de natuur gaat alles dood. De natuur is dood, dood en nog eens een keertje dood. Een gemiddelde vis krijgt 100.000 eitjes, omdat alles wat geboren wordt is gewoon eten van iets anders. De natuur is dood, dood en nog eens een keertje dood. Die Deepak Chopra is oetlul. Snap er geen zak van. Dus ik heb na 18 minuten mijn laptop dicht gedaan. Dus ik heb de clue gemist. Ik neem aan dat er een clue zit aan. Nou. Maar ga niet doen, hè. Mediteren. Ik maak wel een grapje over. Maar het kan echt wel in je hoofd. Gaan we niet doen. Want dan moeten we moeite doen. En zo zijn wij niet. Ja, elke dag mediteren. Ik doe het ook alleen maar voor een voorstelling. Elke dag, weet je wel. En we snappen allemaal dat het anders moet. Dat we in een andere attractie moeten. Dat snappen we allemaal wel. En we gaan toch zitten wachten tot er één iemand is waar we achterna lopen. Een nieuwe Gandhi. Of die ene geweldige ontdekking die ze doen. Waardoor er een nieuw soort energie is. Die alle problemen voor ons oplost, weet je wel. Dat is gewoon waar het heen gaat. We gaan gewoon zitten wachten. Weet je, we gaan gewoon zitten wachten tot er iets gebeurt. Een gebeurtenis is waardoor we bij de hand worden genomen. En dat het uiteindelijk gaat gebeuren. En ik denk dat het is er al, denk ik. Ik denk dat er een gamechanger is, een verandering. Ik heb hem al gezien, die de hele wereld zou kunnen veranderen. En het is gebeurd een jaar geleden. En het was toen Jeffrey Bezos de ruimte inging. Weet je het nog? Dat was die miljardair, die multimiljardair. Die ging met een raket als eerste toerist, ging hij geloof ik de ruimte in. Iedereen vond het belachelijk. Zo'n miljardair die met zoveel energie, zoveel, weet je wel, ruim het eerst is op aarde, om gek dat je er bent. De ruimte is geen speeltje voor veel te rijke mensen. En ik dacht alleen maar, wauw, dit kan hem worden. En weet je waarom? Iedereen die de ruimte ingaat, verandert. Dat heet het overview effect. Iedereen verandert. Ik heb André Kuipers een keer gesproken, die heeft het ook gekregen. Wubbo Ockels. Iedereen die de ruimte is geweest, astronauten, taikonauten, dat Chinezen de ruimte zijn, cosmonauten, de Russen, weet je. Iedereen die de ruimte is geweest, die komt terug en die zegt dat die veranderd is. Door het overview effect. Ik leg uit. Het overview effect is dit. Je gaat de ruimte in en dan op een gegeven moment ben je gewichtloos. Dan ben je in een andere dimensie en dan zie je de aarde hangen. En dan besef je hoe kwetsbaar de aarde is. Dat kan je niet nadoen op een videoscherm of met een 3D-brilletje. Gaat allemaal niet werken, weet je wel. Je moet er echt zijn. En dan kijk je om je heen en dan zie je de totale belachelijke donkerte en leegheid van het heelal. En dan pas zie je hoe dun de atmosfeer is. De atmosfeer van de aarde is een velletje op de melk. Weet je, één gaatje erin en het hele donkere heelal dat zuigt zich naar binnen en alles is weg in één keer. En iedereen voelt dan, die wordt overweldigd, dat is het overview effect, dit moet ik beschermen. Weet je, het gevoel alsof je pasgeboren kind in je hand krijgt en denkt, ik ga jou beschermen met alles wat ik heb, ik ga het doen. En het werkt. Zelfs de meest rabiate, rechtse, Amerikaanse astronaut, die alleen maar met geld en aandelen bezig was, die kwam terug en die zijn natuurbeschermers geworden. Omdat het gewoon werkt. En toen dacht ik, dit is het. Als het ons lukt om alle belangrijke mensen, alle belangrijke leiders, de CEO's van Unilever, van ABN AMRO, weet ik wat, als die allemaal eerst de lucht in moeten voordat je CEO mag zijn. En dat je aan terugkomt en dat je alleen maar denkt, hè, van Unilever, ben ik nou plastic in shampoo aan het doen? Ben ik nou helemaal gek geworden of zo? Weet je wel? Dat je denkt, we gaan het voor de aarde doen. Dat zou de redding kunnen zijn. Jeff Bezos, die dat dan ook krijgt. En denkt, wat ben ik aan het doen met het Amazon, met al die pakketjes over de hele wereld en die troep. Maar het is mislukt. Jeff Bezos is de eerste persoon waarbij het niet gewerkt heeft. Ik zweer het je, hij kwam gewoon terug. En ik weet hoe het komt, want ik heb het gezien op het journaal en er stonden foto's van in de krant. Dit is wat er gebeurd is. Jeff Bezos gaat de ruimte in. Duurt 7 minuten. Hij staat in een capsule met een Hollandse jongen. Hij wordt omhoog geschoten. Dat duurt 7 minuten. Dan koppelt de raket los. Dan is het helemaal stil. En dan zit je in die capsule en die valt terug. En daardoor ben je gewichtloos. Heeft niks met zwaartekracht te maken. Maar alles valt tegelijk. Dus je bent dan gewichtloos in die capsule. Weet je wel? En dan kijk je naar buiten. En dan kijk je naar de aarde. En dan langzamerhand komt dat besef. Jezus, wat is dit mooi. Och, wat is het kwetsbaar. Want Jeff Bezos had iets anders gedaan. Had een balletje meegenomen. De gek had een balletje meegenomen, omdat hij had gezien op filmpjes van het ISS ruimtestation. Had hij gezien hoe leuk het is om in de ruimte een balletje over te gooien. En is met die Hollandse jongen een balletje gaan overgooien.
Het waren de duurste 4 minuten van zijn leven. Hij had alleen maar naar buiten moeten kijken. Dat was het. Is die gek is een balletje gaan overgooien. Dat balletje is het symbool voor de stupiditeit van het menselijke ras. We gaan toch niet de ruimte in om een balletje over te gooien. En toen dacht ik, hebben we de ruimte nodig om te beseffen hoe mooi de aarde is. Ik wil je een geluid laten horen. Dat heb ik op dit speakertje opgenomen. Dat is een... dit is het. Dit is naderend onweer. Dit is naderend onweer. Ik was in de Morvan. Ik was in de Morvan in Frankrijk afgelopen zomer. En ik ga er vaak naartoe. Het is één meertje. Ik zeg niet precies wat het is natuurlijk. En het is een meertje dat is alleen maar voor drinkwater. Het is heel glashelder. Dus daar mag daar niks. Je mag er een beetje zwemmen, dat is het. Dus het is doodstil. Geen bootjes, niks. En de heuvels eromheen zijn 2 huisjes, maar het is helemaal groen. Het is kilometers breed, echt groot meer. En eromheen helemaal groen. En er is geen commercie, er zijn geen stalletjes, er is gewoon helemaal niks. We stonden met ons campertje, op een heel klein campingtje, stonden we aan dat meer. En het is een avond in juli en het is plakkerig weer. Weet je wel. En ik hoorde het onweer aankomen en ik denk, het was 11 uur 's avonds, ik ga nog even het water in. Nog eventjes afkoelen, voordat het onweer komt. En het was nog helemaal heldere sterrenhemel. Dus ik ben het water in gegaan. Als je langzaam het water in loopt, dan ongeveer 1 meter of 10, dan komt het tot hier. Het water, en dan ben je gewichtsloos. Dan raak je nog net met je tenen de grond, maar in feite zweef je dan zo. En dan kijk ik omhoog en ik zie de sterrenhemel. En ik zie opeens 1 ster heel snel bewegen. Dat was natuurlijk het ISS ruimtestation. En toen dacht ik, hebben we de ruimte nodig om te beseffen hoe mooi de aarde is? Kijk om je heen. Dat hele verhaal van Adam en Eva die uit het paradijs zijn weggegaan, dat is toch fake nieuws? We zitten er toch middenin, dat zie je zelf toch ook wel. En dan was de avond ervoor, had ik in mijn campertje nog naar een documentaire gekeken op Netflix. Mijn Octopus Teacher. Ik weet niet of mensen het gezien hebben, maar dat is een Zuid-Afrikaanse man. En die snorkelt met een octopus. En octopussen een jaar lang, elke dag. En octopussen worden niet zo oud, dus je ziet het beest echt opgroeien. En ze worden vrienden. En ze omhelzen elkaar als ze elkaar zien. En ik was ontroerd. En toen heb ik ook besloten om nooit van mijn leven ooit nog een stukje octopus te eten. Nooit meer. En ik woon op een woonark en wij hebben kraaien. Ik noem ze onze huiskraaien. En kraaien op dit moment, die eten walnoten. Vinden ze lekker. Die groeien bij ons ook in het park. En dan pakken ze zo'n walnoot op. En dan vliegen ze omhoog. En dan laten ze hem vallen op het asfalt. En na 3, 4 keer breekt het open. En dan kunnen ze hem opeten. Maar die kraaien denken dus dat mijn platte zwarte dak, dat asfalt is. Dus wij horen nu de hele dag tok, tok, tok. Weet je, ze leren het gewoon niet. Zo slim zijn ze ook weer niet. Dus op een gegeven moment ging ik naar buiten. En er zat een kraai. Mijn huiskraai voelde ik, dacht ik. En die zit met zo'n walnoot in zijn bek zo, weet je wel. En die kijkt me zo aan met 1 oog. Dus ik ben de afstand naar 3 meter, 4 meter. En hij bleef zitten. Dus ik ga zo door de hoeven. En ik doe zo van, leg maar neer, leg maar neer, leg maar neer. En ik herhaal dat zo de hele tijd. En ik zweer het je, hij liet hem los. En hij hupt weg. Hij hupt weg, vliegt niet weg. 1 meter of 4. En ik loop naar die noot toe. Ik doe hem onder mijn voet. Ik doe zo even krak op een stuk steen. Ik doe even krak. En ik loop weer terug. En hij kijkt me aan. Hij hupt er naartoe. En hij heeft ervan gegeten. Ik heb gepraat met een kraai. Ik zou nooit van mijn leven ooit een kraai kunnen eten. Ik hang in het water. Ik hang in het water en ik voelde, nu is het voorbij. Nu moet ik eruit gaan. Dat weet je, dat voel je altijd bij een gesprek. Weet je wel, of een bijeenkomst. Dan denk je, oké, nu is het over, nu is het voorbij, nu ga ik weg. Alles stopt een keer. Alles houdt een keer op, weet je. Ook de zon stopt een keer met schijnen. Dat heet entropie. Entropie is in natuurkunde dat alles eindigt in totale chaos. Als je er geen energie ergens aan toevoegt, dan eindigt het uiteindelijk allemaal in chaos. De enige reden waarom de aarde nog zo mooi is als het nu is, is omdat de zon er zo verschrikkelijk veel energie in stopt, dat al die mechanismes, organismes het mooi kunnen houden. En dat is met alles zo. Met familie, met vriendschappen. Je moet er heel veel energie in stoppen als je het in stand wil houden. En dat is ook met onze attractie waar we nu in zitten. Als we die gaver willen maken en eerlijker en mooier, zullen we er allemaal heel veel energie in moeten stoppen. En toen dacht ik aan vanavond, niet speciaal Groningen, maar aan het einde van de avond. En ik ben het water uitgegaan en ik denk, wat zeg ik op het einde tegen de mensen? Want ik wil graag aan jullie vertellen wat volgens mij de ziel van de mens is. Hoe leg je aan de mensen uit wat mensen mensen maakt? Het is niet de jurk die je prachtig omsluit, of hoe de avondzon kleurt op je huid. Je zachte hart dat altijd openstaat. Je mildheid als het gaat om goed en kwaad. Het is niet je hand die mij zoekt in de nacht. Al zo vaak, maar nog steeds onverwacht. Hoe jij me soms verplettert met een zin. Dan voel ik trots, dit is dus mijn vriendin. Het is denk ik dat je weet dat het voorbij gaat.
Eén van ons zal toch een keer alleen komen te staan. Misschien zijn we nog 30 jaren samen. De dag komt dat ik ga, de dag komt dat je gaat. Waren wij goden, de dood was een grap. Dronken we wijn en waren elke avond zat. Lachend om geliefden met hun droom. Voor ons is elke dag weer heel gewoon. Misschien is tijd die verstrijkt het geschenk. Dat ik daarom elke ochtend aan je denk. En ik lees de zin die ik nu schrijf. Ik hoop stiekem dat ik niet achterblijf. Het is denk ik dat je weet dat het voorbij gaat. Eén van ons zal toch een keer alleen komen te staan. Misschien zijn we nog 30 jaren samen. De dag komt dat ik ga. De dag komt dat je gaat. Is denk ik dat je weet dat het voorbij gaat. Eén van ons zal toch een keer alleen komen te staan. Misschien zijn we nog 30 jaren samen. De dag komt dat ik ga. De dag komt dat jij gaat. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Thank you, Groningen. Techniek Jacob van der Broek, camera, het team van John en de lieve mensen van het theater. Dank jullie wel. Thanks. Mooi hoor.